Attenzione! Het is goed. Welkom allemaal. Wilco is even tussenuit, want die is even wat gasten ophalen. Want ja, het wordt steeds drukker, Henry. Ja, zeker. Ja, dus daar moet wel even wat rekening mee houden natuurlijk. Ja, kijk, daar komen de gasten al aan. Hartstikke leuk zeg. Hallo. Welkom. Ja, en we hebben een speciale gast. Hidde Jurjus. Ja. Ja, Hidde, we vallen nooit in herhaling eigenlijk. Hidde hebben we al een keer telefonisch tijdens de coronaperiode gehad, maar dit is natuurlijk veel mooier, Hidde, hè? Toch? Ja, ik vind dit is wel leuker, ja. Als je de setting ziet, ja, dit is geweldig. Je bent onder de indruk, hè? Ja, als ik jou met die knopjes allemaal zie, dat doe ik jou niet na. Wilco, ik had net even de mensen welkom geheten al. Wilco, Henry. Ja, dankjewel. Martijn, Wesley, Ben, de Nestor van de Graafschap. De kantine van de Graafschap. Lisanne. En dan ben ik even de naam. Monique, welkom. Monique is voor de eerste keer hier. Die kijkt zich ook de ogen uit volgens mij. Dus dat is ook goed. Buurvrouw van jou op de tribune, Wilco, ja, hè? Zeker, ja, zeker. Mooi man, top. Ja. Hartstikke mooi. Hey, we gaan het over allerlei dingen hebben. Ook over het verrassende vertrek van Hans-Martijn Osdorp. Was dat voor jou ook verrassend, Hidde? Ja, wel zo plotseling. Ik had al wel een beetje vernomen dat hij ooit wel terug zou willen naar zijn oude functies. Of een van zijn oudere functies die hij gedaan heeft. Dus, maar dit wist ik niet. Maar nee. Ik heb ook gehoord en gelezen vandaag dat dat ook een van de beste bewaarde geheimen is. Hè? Wie de burgemeester wordt of zo. Daar is iets mee met dat hele proces. Ja. Dus... Dat is nog een beter bewaard geheim dan toen Henk Bloemens prins werd. Ja, precies. Maar dus volgens mij mocht dat ook absoluut niet uitkomen. Klopt. Het is ook wel logisch dan dat het altijd een verrassing is als zo'n proces eraan vooraf gaat. Mooi. Ja, dat is echt puur politiek. Hè? Dat het dus, ja. Ik heb het ook gelezen. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere kandidaten en er kan er uiteindelijk maar eentje winnen. Ja. En als dat allemaal in de pers komt, dan weten ze ook wie 2, 3 en 4 wordt. Dat is nu dus totaal onbekend. Ik ben ook heel vaak bij Barça, ben ik tweede keus geweest, maar daar komt dan niet uit. Dus dat is wel lekker dan, hè? Dus je dat vanaf nu altijd kan zeggen. Ooit komt het uit. Ja. Nee, want ik heb gisteren een interview met, ik weet niet of dat een persvoorlichter of een wethouder van de gemeente Buren was. Was wel mooi. Ik schoot ook wel in de lach, want de kinderen van... ze hebben een profielschets gemaakt, hè. En toen hebben ze de kinderen in de gemeente Buren ook gevraagd van... joh, teken nou eens de burgemeester hoe jullie hem zouden willen zien. Ja. En denk van, waar zou er nou uitkomen, hè? Ja. Dan zie ik daar ook, hè, zoals Hans-Martijn dan, hè. Dat is echt een heel karakteristiek natuurlijk, hè. Niet de kleinste maat, nee. Ik bedoel, daar kan ook over zijn. En dan zie ik daar zo'n directeur van vroeger van Pipo, van de Circus. Ja. De dikke deur heet dat. En dan zie ik dat die kinderen dat zo tekenen. Dat zie ik daar zo voor. Hè. En dan misschien met zo'n baardje, Wilco, zoals hier. Ja. Een beetje zo'n ploppende plopbaardje. Hiddes je me nou. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja, dat klinkt positief, dat klinkt goed. Ja. Want je zei al van, ik ben op tijd, maar ik moet, ik moet er toch even eentje op bed leggen. Ja. Je zei heel politiek correct van... Ja, ik kreeg vrij vanavond. Ja. Dat hoort er ook een beetje bij. Gaat hè? Goed? Ja, gaat heel goed. Ja. Het is 3,5 nu, bijna 4. Fantastisch. Dus een hele fijne omgeving nu voor ons natuurlijk. Hè? Als je voetbalt is het niet vanzelfsprekend dat je in de buurt bent van je familie. Ja. Dus daar genieten we wel heel erg van. En net nog de broer van mijn vriendin was jarig. Dus we hebben met de hele familie even wat gegeten. En wat ik zeg, dat is niet altijd normaal als je profvoetballer bent. Nee, daar genieten we wel heel erg van. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat wekt bij mij nog wel een vraag, maar daar komen we straks op. Okay. We hebben een kans dat Hans-Martijn Osdorp nog even inbelt. Hè. We hebben in ieder geval gevraagd of hij even... Het hoeft niet lang te zijn, maar toch even wat... Klein toelichting. Klein toelichting, waarom? En, maar goed, vanavond is ook... Ook dat kunnen we even toelichten, hè, want er is op dit moment loopt een zaak tegen Sillesso. Wie? Die heel toevallig afgelopen zondag scoren toen ik echt ontplofte. Ik denk, nee, niet hij. Die hadden wie zelfs nog gemaakt. Ja, ik wilde zeggen, die liet maar hij mag niet scoren, hij mag niet voetballen. Maar niet doen. Kreeg hem op een presenteerblaadje van... Had maar 40 van de trainer. Nee, maar dat ook niet eens, nee. De Graafschap heeft dus wel nog iets lopen tegen Sillesso.
Hiddink ligt er net ook al toe. En op zich is dat best wel bijzonder. En, maar ook wel goed dat we die jongens in laten lopen, zeg maar. Dat ze wel even aan de bel trekken van, hey, vriendelijke vriend. Maar daar zit Hans Martijn dus nu. Maar mocht hij tijd hebben, dan belt hij nog in. Ja, ook Lisma op principe. Misschien komt hij wel binnenlopen met een zak helemaal rookworsten. Waar we het net over hadden. Dat weet je maar nooit, hè. Mooie dat taart. Dat gelijk te gelden maken natuurlijk. Nee, mooi. Hans Martijn hebben we... Ja, toch wel verrassend inderdaad. Wat jij zegt, het is geheim, hè, politiek geheim. Zou hij de Graafschap gaan missen? Het is wel een bewuste keuze natuurlijk die hij maakt. Hè? Ja. Maar dat maakte hij in 2017 toen hij hier naartoe kwam. Ja, Dat stond ook in de krant toe van ja, dat het voor hem... Hij was natuurlijk wel supporter. Ja, dat wil ik net zeggen. Hij is altijd supporter geweest. En dat klopt ook wel. Ja, hij fietst als klein kind al hier rondom het stadion. Dus hij zal de Graafschap nooit gaan missen. Dat niet, maar hij gaat Graafschap wel missen, ja. Maar hij zal als supporter wel blijven. Tuurlijk blijft supporter. Ja, je weet natuurlijk ook nooit helemaal, je kan nooit helemaal zien. Ik heb bij Hans Martijn het gevoel dat hij het heel leuk vindt, als ik hem zie. Maar ja, ik ken het persoonlijke verhaal er natuurlijk niet helemaal achter. Daar heb ik het ook nog nooit echt met hem over gehad, terwijl we goed contact hebben van, ja, misschien is hij vermoeid, is het best wel zwaar, weet ik niet, hè. Er komt natuurlijk in zo'n voetbalwereld wel hele andere dingen op je af dan als je burgemeester bent. Ja. Ja, hebben we ook met dus misschien ook over. Ja, dan. Precies. En misschien dat hij daar ook wel denkt van dat dan we hadden het over 5,5 jaar, 6 jaar. Ja. Ja, dat je op een gegeven moment ook wel denkt van, is het toch ook wel vermoeid. Stond er niet in de Gelderlander vandaag dat hij zei, of dat ik het ergens gelezen of gehoord heb, dat je in de voetballerij nog meer onder een vergrootglas ligt dan in de politiek. Ja. En zeker in de plaatselijke politiek, denk ik. Ja. Ja. Maar ik weet dat Hans Martijn is wel echt een voetballiefhebber. Want hij kwam vroeger bij DZSV in Dinxperlo. Ja. Dat deed hij dan. Toen was hij al burgemeester in Bunnik. En dan kwam hij op zaterdag naar Dinxperlo. En dan vond hij leuk om zeg maar, de opstelling voor te lezen. Ja, inderdaad. Aan de tafel te zitten. En dan, misschien zullen we dat hier ook wel blijven doen. Ja, maar dat is voor Colin. We hebben het al een goede. Ja, dat klopt. Ja, een hele goede. Dat is echt stem van Ja, dat is echt. Maar daar hadden we het over, hè, dat Hans Martijn ook als klein kind hier kwam. Hè. Maar Hidde, jij kwam ook op je achtste de jeugdopleiding binnenlopen. Ja, klopt. Ja, echt lang geleden al. Ja, 20 jaar geleden inmiddels al. Ja, want je bent over 2 weken ben je jarig volgens mij. Ja, klopt. Ja, 9 februari word ik 29. Voorbereiding is allemaal wel een campagne. Ja. Nee, maar wat, als je nou terugkijkt, hè, hoe was dat toen? Was dat ook een stukje trots wat jou... ja, zeker. Ik moet zeggen, het is wel lastig om dat helemaal, hè, hoe je dat toen als kind... Maar ik weet wel, je voelde wel in de klas van... Er gebeurde wel wat op het moment dat je als jongetje bij de Graafschap mocht voetballen. Maar waar zat je op school toen? Lichtenvoorde. Heel klein schooltje. Ja. Heel gemoedelijk ook echt nog dat je zegt nu van, dat zie je niet meer. Hè. Gewoon de kinderen die het verste weg woonden, die liepen naar school. En dan onderweg stroomden alle kinderen in en we liepen met z'n allen naar school. Weet je wel, zo op die manier nog. Hidde heeft het over vroeger. Ja, mooi hè. Als wij het over vroeger hebben, worden we oud. Maar ik word ook oud. Ik word ook oud. Ja, nee, maar gewoon een hele mooie herinnering aan. En, maar in ieder geval, wel heel bijzonder. Achteraf denk ik was ook wel zwaar hoor. Ik heb nu dan zelf een dochter. Ja, en ik denk nou als die straks dit... Werd je dan door je ouders gebracht? Of busjes toen. Toen al. Dat was 's ochtends naar school. Hè, gewoon het reguliere onderwijs ging je mee in Lichtenvoorde. Dus dan was je 3:30 klaar. Vanuit de uitgang, dat klinkt heel tragisch. Maar de kindjes en andere kinderen gingen spelen. Andere kindjes gingen spelen. Ik ging het busje in. Met een boterham of iets. En dan eten, trainen. S'avonds 7:30, 8:00 thuis, denk ik. En wat, 3-4 keer in de week? Ja, 4 keer minimaal. Ja, want ik was je 8? Ja, maar dat kwam ook omdat in die tijd was er zeg maar nog niet zo die hele jonge leeftijd. Nee, hè, wat er nu is. Dus ik speelde als 8-jarige. Ja, ik weet nog dat ik mijn stageperiode, hoe noem je dat? Dat was met Sven Spekking en al die jongens, weet je wel. Luc de Jong daar waren echt nog... Maar omdat er was geen jonge team. Dus Ted en ik waren toen de jongsten. Maar Ted is nog 2 ouder. Nee. Ja, maar hoe kwam het dan, zeg maar, was je 8, 9 jaar oud? Stond je toen al in de grote goal? Nee, hè? Maar hoe, bij Longa niet. Nee, precies. Maar bij de Graafschap wel. Hoe kunnen ze dan al zien dat je, zeg maar... Weet ik niet. Ik denk wel... Dat ik op die leeftijd gewoon wel als keepertje wel boven de rest uitstak, denk ik. En ik ging naar de keeperschool van Edwin. Mm-hmm. Dus, en die had al heel snel daar blijkbaar gezien van... Die kan wat. Ja, die kan wat, zeg maar. Had jij een voorbeeld?
Ja, Sander Westerveld was altijd mijn voorbeeld. Daar was ik al bang voor. Ja. Wat dan? Oh nee, Sander Westerveld. Nee, ja, Vitesse toch? Baske, dacht je. Ja. Baske, ja. Die komt er niet voor. Sorry. Inderdaad, ja. Maar Westerveld kiept toch bij Vitesse, of niet? Ja, uiteindelijk, maar dat is hij niet bekend. Toen nog niet, Nee, dat is niet bekend. Heb je nog wel eens gezien als analist? Ja, maar Sander is ook mijn zaakwaarnemer een tijdje geweest. Dus ik heb sowieso, ik heb hem uiteindelijk, ja, hele leuke, ja, uit Enschede, uit oorspronkelijk. Zijn zoon keept toch ook, of niet? Ja, Sam. Echt een hele talentvolle keeper. Bij AZ. Want, die keepte hier niet normaal vorig jaar. Ja, klopt. Dat was echt bizar. Die heeft alles tegengehouden hier. Ja. Ja. Maar hij is nu weer gebaseerd. Nee, klopt. Die heeft ons van de promotie. Oh nee, dat was. Nee, daar hebben we niet meer over. Hè. Gaan we niet meer over hebben. Die gast van Jong Ajax was ook goed trouwens. Ja, dat is echt een goede. Ja. Maar, even daarop in haar. Heel even. Ja, maar dan zie je die Roelie, die keeper van Ajax. Wat zijn er voor ballenvanger? Ik heb er helemaal nog geen minuut van gezien. Dan zie je dus een dag daarvoor, zie je hier dus een hele talentvolle keeper. Ja. Die houdt de gekste ballen eruit. Niet normaal. Kan ook toeval zijn natuurlijk, maar dat lijkt me niet. Ja. En dan zie je zo'n... waar komt hij vandaan? Ja, als reserve keeper van Argentinië volgens mij. Ja, maar Sevilla komt niet. Ja, maar dit denk je van... Ja, ik snap het ook niet. Maar dat is Ajax. Ja, wij staan dus vaak 17 en dan sta je echt bijna recht achter de goal. Maar ja, ja. Die gek die de bal echt, uit. Echt, ik denk, nou, ik stond al te juichen, maar er zat in één keer poem en er zat hij nog wat tussen. Of hij lag op de grond boven. Ik vond het echt sneu dat wij de drie maakten. Ik was er wel blij mee. Maar ik vond het wel sneu voor hem. Maar goed. Acht moeten ze maken. Maar ja, als ik kijk naar Hidde vrijdag. Nou ja, volgens mij kon je gelijk het pak gewoon. Ja, ja, ja. Je hebt niet één keer gedoken volgens mij. Wel. Het zijn de mooiste avonden. Dat bedoel ik. Ik meen serieus, zeg maar. Ik zit nu wel in een fase dat. Ik vind mijn team belangrijker dan mezelf. Dat meen ik echt, zeg maar. Is het wel eens anders geweest dan? Nou, nee, misschien niet. Maar meer van als je wat ouder bent, voel je misschien iets meer verantwoordelijk voor. Ja. Kijk, ik voel de sfeer in het stadion. Ik voel wat er om zo'n team hangt. Dus dan win ik liever met 3-0 en dat ik niks hoef te doen. Hmm. Want uiteindelijk, is dat ook waarom je voetbalt, snap je? Kijk, natuurlijk heb ik het liefst dat we met 3-0 winnen en ik pak ook nog 4 fantastische ballen. Ja, tuurlijk. Maar, dat vind ik heb daar echt geen seconde een gevoel bij van jammer of zo. Nee, echt niet. Nee. Want ik heb ook bij de Graafse voetbal, hè, Henry ook. Ja. Ik ook. Wilco ook. Ik ook, ja. Henry, doe altijd even benoemen. De hele rechterkant, ik bestreek de hele linkerkant. Ja. Wilco deed de echte achterkant. Ik was naar beneden. Maar goed. Ja. Dan houdt dat een keer op, hè. Ik bedoel, de mentaliteit, noem het maar op. Kwaliteit misschien ook wel. Ja. Had jij gelijk in de gaten dat jij wel een blijvertje kon zijn? Nee, absoluut niet. Nee. Was het ook iedere keer weer het gesprek? Nee, dat viel wel mee. Ik denk dat ik in de jeugd wel talentvol was. Maar ik had die... ik had gewoon... Ja, dat klinkt heel gek, maar ik zeg maar, als ik nu zie hoe jeugd, hoe bewust ze worden gemaakt van je wil een doel halen en zo. Ja, dat had ik absoluut niet. En ik ben daar... Ja, daarom. En ik ben daarin ook echt absoluut niet het perfecte voorbeeld. Ik stond toen ik 15, 16 jaar was vaker in de radstaken dan op het trainingsveld. Dus en dat is mijn hidden. Lange verhaal, denk ik. Ja. Nee, ja, maar meer om aan te geven van ik heb toevallig vorige week. Belangrijk, denk ik. Ja, kijk, vorige week heeft Jordi Rondeel mij, de keeperstrainer, heeft me uitgenodigd voor een. En de andere twee keepers ook. Voor onder de 15, denk ik, van de Graafschap nu. Om eens te vertellen van goh, wat loop je tegenaan. En weet je wel, die jongens komen nu ook op die leeftijd. Ja, en ik wil dan toch altijd wel benadrukken van laat je niet gek maken en ga ook gewoon een biertje drinken als je dat wil. En als je het niet wil, omdat je ook fantastisch, ik bedoel geweldig, dan moet je dat volhouden. Mm-hmm. Maar als je het wel wil, doe het wel. Laat je dat soort dingen absoluut niet... En dat vind ik wel mooi, de jeugdtrainers van nu tegenwoordig, die beamen dat ook. Van het hoort erbij, je kan dat niet wegnemen. En zo heb ik het zelf ook altijd gedaan. En ik denk juist dat op een latere leeftijd, want ik werd 20 denk ik, 21 toen ik ging spelen, het was jong. Maar daarvoor zit gewoon nog wel 3 jaar dat je dus eigenlijk voor Jan met de korte achternaam bijloopt. Ja. En in die fase heb ik ook gewoon wel hele leuke dingen gedaan. Hard trainen, absoluut, want Jan was mijn trainer, Vreeman. Dus ja, je moest gewoon ongelooflijk aan de bak. Maar dan gingen we s'avonds wel met het hele team naar Nijmegen en gingen we een biertje drinken. Dat is heel belangrijk. En zo kon ik het volhouden. Ja. Ja. En dat bedoel ik zeggen van, vind daarin je eigen weg. En laat je daar, en er is niet één weg daarnaartoe. Dus om terug te komen op je vraag van ja... Ik was daar nooit. Ik was ook een studie aan het doen. Pabo. Ik vond het gewoon heel leuk. En ik had nou niet per se, toen die leeftijd helemaal niet meer, het gevoel van, ik word per se profvoetballer of zo. Dat niet. Nee. Dus wanneer kwam dat dan? Hede? Nou ja, wel een beetje rond die leeftijd, 18, 19. Nee. Dennis de Braak werd onze trainer in de A1. Mm-hmm. En die heeft echt een heel groot verschil gemaakt voor heel veel jongens. Ja? Echt, dat is toen echt een heel groot kantelpunt geweest.
Waar omdat zat dat in dan? In de manier van trainen, in, ja, die heeft ons gewoon echt heel goed gemaakt, dat ook een team. Stukje bewust als je nagaat, hè, dat is zeg maar, dat, ja, dat vind ik altijd wel grappig om te noemen. We hadden toen een elftal. Als je ziet wat daar uitgekomen is, in één jaar tijd, ja, dat is echt, ja, voor de Graafschap, dat is echt bizar. Hmm. Want daar had je dus, ik stond op goal. Dan had je Milan Massop, Robin, ja, Prupper, Dennis Turuc, Piotr Pajsek, Sam Hendricks, Dean Koolhoff. Dan mis ik er waarschijnlijk nog een paar. Zijn ze bijna allemaal. Dus dat zijn gewoon 6, 7, 8 jongens die betaald. Stel die waardes bij elkaar op. Ja, maar. En Ted stond dan in het eerste, denk ik. En Ted speelde dan ook gewoon in het eerste, ja. Dus die zou ook nog daarbij mogen. Wijd jij dat ook echt voor een heel groot deel aan Dennis de Braak, aan de trainer? Ja, wel. Wel, omdat hij had, Dennis heeft gewoon de gave om, die kon op zaterdagavond met onze stad in. En dan was het de grootste clown. En was het echt, maar hij stond en op het juiste moment stond hij volledig boven de groep. Ja, en was er, en oh ja, dat wil ik zeggen, zeg maar, dat ik was toen een van de weinige eerstejaars A'tjes. En we speelden toen in de Eredivisie. En die andere jongens trokken allemaal de kar. En daar ben ik in meegegaan. En dat is voor mij gewoon een hele dat jaar, zeg maar, dat is voor mij een hele grote springplank geweest. Mm-hmm. En toen uiteindelijk kregen wij ook allemaal een contract en gingen we richting het eerste. Dus, Je kunt je wel bewijzen, hè, op zo'n moment. Ja, nou, dat was gewoon een hartstikke mooie competitie. Wij speelden toen nog die kampioenswedstrijd van Ajax bij ons, de A1. En dat waren allemaal Davy Klaassen en dat soort jongens, weet je wel. Dus dat was gewoon een super mooie competitie, was dat. Ja, klopt. Dus daar kijk je echt wel met hele goede... Ja, dat was echt een fantastische tijd. Ja, absoluut. Ja, zeker. Nee, dat was echt heel leuk. Mooi, ja. Zijn, want ik kijk jou even aan, Henry. Wie doet die platvloot? Ik versta alles. Nee, de Saksies. Ja. Maar ik denk dat het... Ging het ook bij ons mis dan, Henry? Op de afschot. Gewoon gebrek aan talent. Het is zo gewikkeld. Ja, tuurlijk. Ik heb met een aantal jongens ook gevoetbald in de jeugd. En Cocu, die viel toen in de C. En ik in de A. Dus daar zaten we een paar jaar tussen. Die mocht wel eens met ons meetrainen en zo. Niet normaal. Nee, maar dat kunnen we misschien wel zien. Ja, dan denk je van, ja, weet je, toch maar studeren. Want hij... Nee, dat was ik heb geen enkel moment het idee gehad dat ik het eerst zou kunnen. Hoe zag... Want jullie hebben in de jeugd gespeeld hier. Of hoe zag dat er toen uit dan? Ja, ik speelde op Groot Hagen nog. Ja, dat was toen okay. Groot Hagen, ja. Ik was in 75, was warm. Ik kon de jongens, Ronnie Bischoff, Benny Kabel, Pieter Battels, die kort geleden overleden is. Die woonde ik nog in Oosselt. Mm. En we voetbalden altijd met elkaar in de Bult. Dat was het Brakelingen terrein achter in Oosselt. Ja. En toen zei ze, Hans, ga dan een keer mee. Ik zei, maar waar moet ik dan bij de Graafschap, Jan? Ja, dan doe ik een proeftraining mee. Ja. Maar twee testwedstrijden, ze schooien 6 keer in 2 wedstrijden. Oh. Was tegen Kijkbergs Boys, denk ik niet. Nee, maar weet je, zo ging dat. Dat was Kijkbergs Boys. Maar was dat dat waren wel zeg maar een aantal jeugdelftallen dan of zo? Ja, of, want toen had je nog dat waren nog de toen had je nog bij ons pillen, C2, C1, B2, B1, A2, A1. En als je zeg maar eerstejaars B of tweedejaars B was, speelde je A2. Ja, je speelde altijd één leeftijd. En dan met allemaal Doetinchemse jongens wel. Dat is 48 jaar geleden. Ja, mooi, dat is allemaal anders. Is toch goed? Toen had de KNVB het masterplan, hadden ze er nooit van gehoord. Nee, maar om aan te geven. Had ze een veter in de bal toevallig? Had ze ook een veter in de bal? Nee, troefknop aan. Oké. Nee, maar later heb ik met Henk Stoltenborg de beetjes bij de Graafschap met Martijn Meerink en Daniel Voigt en Dennis van Beukering. Johnny van Beukering, die liep daar altijd. Ja. Was dat nog op Groot Hagen? Was dat op Zuidal? Nee, dat was op Zuid. Ja. Met Henk Melzen. Zuid ben ik ook geweest. Ik heb toen nog op Groot Hagen gespeeld. Maar Harry Hentena en Harry van Oostzaal waren toen zeg maar de trainers. Ja, klopt. Maar je hebt van die periodes, dus toen wij de voetbalden, maar toen die... Ja, jij was eerder, 90. Ik was in de jaren 80 was het. Toen ben je naar Breda gegaan, of niet? Daarna ben ik hals op mijn kop vertrokken. En toen die periode met Martijn Meerdink, die toen doorbrak. Ja. Dus je ziet het ook ontwikkelen. Hè. Dus de Graafschap is zich wel aan het professionaliseren gegaan. En niet nu te vergelijken ook terug. Kom je wel eens op de bezel los? Ja, veel. We trainen elke dag natuurlijk. Ja, dus, ik heb mijn Jefta gevoetbald. Die is voor mijn team. Ja, maar Jefta was ook jonger dan ik. Maar die kon ook goed voetballen. Ja, kon ook goed voetballen, ja. Maar nee, hij komt er wel geregeld. Ja, absoluut. Ja. Maar als je dat nu ziet hè, bij de jeugd. Als je ziet nou ook onder 19 met Matthijs de Waard. Weet je, echt goed begonnen de competitie. Ja. Gewonnen van Zwolle, Als je dat dan naast jouw periode toelegt, zie je daar ook heel veel in veranderd? Ja, er is heel veel veranderd, denk ik, qua professionaliteit, wat er van die jongens verwacht wordt. Maar daardoor zijn er ook, het is dubbel, want er zijn ook dingen makkelijker geworden volgens mij. Want ik zie ze wel eens nu 's ochtends trainen. Dus dat houdt dan in, denk ik, dat ze, dat weet ik niet hoor, maar daar ga ik even vanuit. Ik ga vanuit de jongens naar school gaan. Dus met Rietveld hebben ze een... Dat was in mijn tijd ook wel, maar wij trainden wel altijd gewoon na school, snap je? Dus het is ook voor die jongens wel prettig dat soort dingen wat makkelijker zijn geworden.
Waardoor ze ook de focus volledig op dat voetbal kunnen hebben. En ik denk, ja, ik denk dat er gewoon in 15 jaar alweer heel veel veranderd is. En je moet elke keer mee, ook als jeugd. Dus ik denk dat ze dat gewoon heel goed doen. Ik denk dat ze, wat in mijn tijd ook al was, als de bescheiden rol die wij hebben als Graafschap zijnde, dat je probeert om afvallers van de grotere clubs zeg maar weg te pakken. Hè. Als je ziet, dat was in mijn tijd ook al wel. En dat doen ze volgens mij heel goed. Als je ziet dat, er zijn nu een mooie mix van Doetinchemse jongens, denk ik, met afvallers van grote clubs. Ja, die gewoon een hele goede achtergrond hebben. Dat, ja. En daar kunnen we gewoon heel veel aan hebben, aan dat soort jongens. Ja, fantastisch. Man. Ik ben even vergeten, misschien komt Sjoerd nog even langs. Oh ja, daar hadden we altijd. Sjoerd Zwaan van een drank. Ik wil het nog hebben over afgelopen vrijdag trouwens, of niet? Ga je, hè? Of niet, hè? Afgelopen vrijdag. Ja, hè? Was lekker, hè? Ja, was top. Ja, echt. Was heerlijk. Het was zo fijn om te zien. Ja, snap ik. Heel veel speelplezier. Ja, snap ik. Ik herken dit zelf ook. Ook toen met 11 man voetbal. Ja, nog, dat was al. Was het begin, we begonnen denk ik met 35 corners in 3 minuten. Wil ik zeggen. En kans op kans. En nee, dat klopt. Het bleef een euvel van de Graafschap. Hè. Ja. Ja. Dus scoren. 36 doelpogingen. Ja, niet 37. 37. En wel spektakel, wel spektakel. Ja, was echt fantastisch. Nee, dat is natuurlijk wel... Het was echt genieten, hoor. Wel tegen... Prachtig. Enigszins kritisch blijven. Okay. Het was wel tegen... Het was nog niet eens tegen 9 man. Maar ook met 11 tegen 11 was het gewoon veel beter. Het was wel een heel jong team. Het was een heel jong team. Jong Ajax was het. Ja, maar je pakt ze wel bij de strot. Ja, tuurlijk. Je wil zien dat je wou winnen. Nee, het maakt niet uit of ze jong zijn. Maar wat ik wel mooi vond, was toen het ook tegen 9 man, dat het balletje wel gewoon, als het aan de ene kant niet ging, snel weer naar de andere kant. Ja. En je zag die gast van, hij zat van links naar rechts op dat veld rijden. Op een gegeven moment op schoen. En het waren ook niet altijd even goede... Hij van net boven de 18, hè? Ja, dat zeg ik net. Ja. Het waren ook niet altijd even goede keuzes, laten we eerlijk zijn. Maar als je doelpogingen ziet, dan denk ik van... Oh, jongens kunnen wel voetballen, hè? Allereerste aannames zijn goed. Tuurlijk kan die voetballen, bijvoorbeeld niet voor niks bij Ajax. Ik bedoel, ja, dat is goed. Hebben we echt de weg naar boven ingezet, Hidde? Nou, daar vind ik het wel te vroeg voor. Ja, ja, vind ik wel. Ik denk, met alle respect, we scoren de laatste minuut tegen MVV. Bij de corner. Anders, Doen het wel, nummer 3. Nee, precies. Ja. Maar jong Ajax, wat we net zeggen. Ik vond het ook goed uitzien, absoluut. Mm-hmm. Energiek. En daar kijk ik zelf als keeper altijd naar. Ik voel gelijk in zo'n wedstrijd. Wat voor gevoel zit er in zo'n ploeg en de samenwerking met het stadion, ja, dat voelde goed. Zo belangrijk. Dus dat is wel een begin, absoluut. Maar 2 wedstrijden vind ik wel te weinig. Dus je ziet gewoon, deze competitie zit zo kort op elkaar, dat het gewoon, we moeten een keer 5, 6, 7 wedstrijden achter elkaar goede resultaten halen. En dan heb je misschien wat ruimte dat je echt kan zeggen van, want als je nu 2 keer verliest of 1 keer verliest, dan zak je ook echt gewoon weer veel te ver weg. Ja, maar als je nou vrijdag wint bij Almere, of gelijk spelen. Ja. Ook een goed resultaat. In ieder geval niet verliezen. Ja, precies. En pak je Jong Utrecht maandag. Nou, die moet je gewoon winnen. Ja. Ben je verplicht, vind ik. Nee, absoluut. Dan speel je thuis tegen Telstar. Dan heb je precies. Ja, daar sta je weer vol. Maar dan heb je het ook inderdaad dus over 5, 6 wedstrijden. Precies. Dat bedoel ik. Okay, ik denk wel dat dit... Ik denk dat we goed begonnen zijn, dat wel. Ik denk dat we in de winter een paar goede oefenwedstrijden hebben gespeeld. Altijd lekker tegen die Duitsers. Hè? Dat was een schoppartij, hoor. Dat was ook niet normaal. Dat was echt niet normaal. Ik heb nog nooit tegen de SCV bedoel je? Ferrol. Ja? Dat is echt bizar, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat was wel... Derde Bundesliga, toch niet? Ja, derde Bundesliga. Maar dat was fantastisch. Daar hebben we ook een goede oefenwedstrijd gespeeld, want die wonnen we ook. En ik ken die competitie natuurlijk, dus gewoon, dat is gewoon een goede ploeg. Ja, zeker. Dus MVV haal je gewoon een goed resultaat. En goed voetballen toch? Ja, bij Vlaag, heel goed. En ik denk dat je bij MVV ook echt nog wel wat kans hebt gehad in de tweede helft. Ja, klopt. En vrijdag was ook een goede energie. Wat je zegt, het vertekent een beetje door de hele omstandigheid van 2 rode kaarten. Dus, maar wel gewoon de goede energie. En uiteindelijk is dat een heel groot onderdeel van wat wij hier willen zien, denk ik. En dan kun je best een keer verliezen, of gelijk spelen. Dat is het wel natuurlijk. Hè. Weet je, ik herinner me dan ook nog een periode met Dennis Schulp en zo. Hè. Weet je, dat hij met de witte broeken van... Arno Splinter. Ja, dat kan echt niet. Dat kan gewoon niet. Nee. Hey, jij had het voor in de jeugd, hè, wat je nu ook ziet, tijd voor ontspanning. Hè. Mm. Hoe is dat nu met terugweg in de bus? Gaat de focus gelijk op het terugkijken van de wedstrijd? Of is er wel tijd voor? Nee, daar hebben we tijd zat voor. Nee, na de wedstrijd is dat absoluut... Het verschilt natuurlijk per jongen, hè? Maar ik heb daar absoluut geen behoefte aan na een wedstrijd. Nee. Of we nou winnen of verliezen. Als we verliezen, dan,
dan praat je wat na wel gewoon met elkaar en je kijkt wel een serie of iets in de bus. En als je wint, dan, ja, dan is het wat gezelliger. Dus nee, dat niet. Daar beginnen we vaak de maandag mee of zo. En dan gaan we richting Nieuwe Week, ja. Ja. Hey, even naar jouw begin, hè. Het debuut op de Vijverberg. Ja. Begin je dat nog? Volgens mij is mijn debuut geweest tegen een amateurploeg in de beker. Delta Sport, volgens mij. En die wonnen we ook 3-0 of zo. Wat lach je? Ja, ja, hè? Ja, hij is niet verwacht, hè? Ja. Hij heeft afgezocht. Dus dat was mijn eerste wedstrijd, volgens mij. Ja. Dus dat was wel fijn om even, want het was een beetje, volgens mij was dat eerste of tweede. Nee, dat moet wel, want ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, leeg stadion in ieder geval. Dus even rustig beginnen. Ja. En toen, volgens mij Helmond Sport of zo, ik weet niet, dacht ik. Maar uit bij Emmen is mijn allereerste wedstrijd voor de Graafschap geweest. Ja. Ja. Was dat het bereiken van een doel voor jou? Ja. Ja, doel? Wel. Doel? Nou, weet je wat het is? Het doel, hè? Ja, bereiken van mijn eigen doel. Beetje flauw. Ja, weet je, dat is zoiets wat je met niks kan vergelijken. Dus ja, dat was gewoon heel onwerkelijk. Want het was ook zo dat voor mijn gevoel, ik ben ook niet iemand die heel snel mezelf heel goed vindt of zo. Dus we waren met 3 keepers en er werd wel gezegd van, jullie krijgen alle 3 een kans. Wie was er nog meer? Jasper Heusinkveld en Jordi van der Kracht. Oh, ja. Dus toen hadden ze gezegd van, nou, jullie krijgen met z'n 3 een kans. Maar ik kwam eigenlijk van het verst. Ik kwam gewoon uit de jeugd. En, ja. Dus daar had ik gewoon echt niet zo snel aan zien komen. Oh, dus ja, dat was een hele aparte tijd. En opeens sta je in dat stadion. Ja, dat is echt... Dat krijg je ook nooit meer terug. Omdat het went, zeg maar. Nou, het went niet altijd, maar je snapt wat ik bedoel. Zo van, ik vind het nu wel normaal. En dat moet ook. Want als ik nu elke keer nog van ondersteboven zou zijn, dan sta je een beetje gek in de goal. Dat gaat een paar wedstrijden goed. Je hebt op 8 augustus 2014 gedebuteerd tegen Emmen, inderdaad. Maar je moest in de rust weer af vanwege een rugblessure. Ja, toen viel ik over een verdediger heen. Ja, dat klopt. En daarna ben je in oktober teruggekomen en dat was inderdaad tegen Delta Sport. Dat was thuis. Ja. Oh, zo was het. Feit op orde. Wat wil je drinken? Ja, daar staat dus Wikipedia. Ja. Wie doet de catering vanavond? Ja. 3 bier water, alsjeblieft. Maar je zegt je bent eraan. Hè. Ja. Ik denk aan een volgend moment. Hè. Kijk, als ze promoveren, dat het dan weer een volle bak tegen een topploeg is natuurlijk. Hè. Dan krijg je toch weer zo'n apart stuk. Soort, dan zien andere ploegen ook dat je talent hebt. Mm. Ja. En dan word je in één keer getransfereerd naar PSV. Ja, Jong Oranje. Ja, ook dat Jong Oranje. Ja, uiteindelijk is dat, nu terugkijkend, was dat gewoon een hele goede fase voor mij. En toen dacht je dat dat heel normaal was en dat dat zeg maar 18 jaar zo ging zijn. Ja. Maar dat bleek iets anders. Maar, maar dat was gewoon, is gewoon een hele mooie periode geweest voor mij. Zowel bij de Graafschap, leerzaam, maar weet je Hans, alles lukte. Als ze van een meter schoten ze nog tegen me aan. Weet je, dat dwing je wel af. Zeker, alleen, wat ik zeg, nu, als ik nu zo'n fase zou hebben weer, bijvoorbeeld, dan herken je het, weet je. Ja, ja, ja. Ja. Alleen toen dacht ik gewoon dat dat heel normaal was. Ja. En Jong Oranje kwam erbij, dus ik bleef maar groeien voor mezelf, voor mijn gevoel. Ja. En dus zo ging dat eigenlijk inderdaad. En ging het in 2 jaar heel snel, ja. Kom je bij PSV, is dat echt een andere wereld? Ja. Nee, vond ik wel meevallen. Ja. Ja. Vond ik wel meevallen. Zelf, het zijn ook hele normale jongens. Natuurlijk, je kreeg wat ik wel leuk vond, was andere culturen. Dus jongens uit Mexico, de Mexicaanse jongens. We hadden wat, wat Noorse jongens, volgens mij, of Scandinavië-achtige jongens. Dus dat is ook weer dat vond ik wel heel leuk. Dat had je hier wat minder. Hè. Je hebt hier je Cabasele en zo, dat soort toppers. Maar, maar voor de rest... was PSV wel een hele... Het is gewoon water. Het is water, hè? Het is wennen, of niet? Ja, nou, het is in ieder geval geen vodka. maar wel een hele leuke fase gehad. Een hele leerzame fase, ja, absoluut. Ja. Maar ik merk dan ook op de training, zeg maar, dat ze met afwerken en zo, dat het allemaal toch wel even, even iets harder is. Natuurlijk. Ja. Die jongens zijn gewoon veel beter dan je gewend bent. Trainers in de intensiteit? Nee, in het begin was het wel zwaar, in de keeperstraining. Ja. Dat wel. Maar de partijen en dat soort dingen in de groep, dat viel wel mee. Uiteindelijk ben je als keeper daar natuurlijk iets minder mee bezig dan de spelers. Ja. Maar ik heb wel, weet je, ik kan daar gewoon met een heel goed gevoel op terugkijken. En ook gewoon zien dat ik daar gewoon niet goed genoeg voor was op dat moment.
Dus ja. Ja. Ik ga nu niet zitten zeggen, ja, als ik een kans had gehad, dan... ik zat gewoon te ver van dat soort jongens af. En dat is ook geen schande. Waar had je mee te maken dan, zeg maar, met keepers daar? Jeroen Zoet toen en Remco Pasveer. Dus, nou ja, en als je ziet, Remco was toen tweede keeper. Nou, volgens mij is het ook, blijkt nu gewoon dat dat een hele goede keeper is. Ja. En Jeroen was toen ook natuurlijk nummer 1 van Nederland zelf, dat volgens mij zelfs. Dus ja, dat was, het was echt superleuk. Alleen voor mij niet haalbaar. Maar het bleef dus wel leuk voor jou, zeg maar. Het was niet een afknappen dat je daar... Nee, want dan, als je daar eenmaal... Als je daar aan gaat toegeven, dan... dan beïnvloed het je alleen maar meer. Ja. Dus ik genoot juist van de dingen die er op me afkwamen. Ja. En... ja, op die manier. Maar, maar dan train je ook dagelijks met die jongens. Ja. Maar is dat ook zo dat je dan... beter wat misschien om te zeggen. Maar is wel zo dat je... Ja, nee, tuurlijk. Je gaat dingen herkennen en de snelheid van hun gaat sneller. Dus als je de keer daarna bijvoorbeeld met Jong PSV meedeed... Ja, dan had je tijd over natuurlijk. Ja. Omdat je gewend was dat het dubbel zo snel ging, weet je wel. Dus dat wel. Dus nee, dat zeker, absoluut. Mm-hmm. Ja. Woon je ook in Eindhoven destijds? Ja, daar heb ik nog wel lang gewoond uiteindelijk. Een jaar of 4. Omdat ik toen ook naar Roda verhuurd werd, toen bleef ik ook gewoon Eindhoven wonen. Ja. Was de periode Roda? Dat was even dienstmededeling. Hans Martijn gaat niet meer lukken. Okay. Nee, gaat niet lukken? Nee, iets meer tijd nodig om Silla Sola, om zeggen, goed geld uit de zak te kloppen. Dat hebben we ook liever. Ja, kan altijd nog een keer zijn verhaal komen doen. Maar hoe was je periode daar bij Roda? Hoe kijk je daarop terug? Nee, dat was niks. Nee, dat was helemaal niks. Sowieso al. Nee. In dat stadion. Nou, uiteindelijk ging ik voor het sportieve verhaal. Dat Harm van Veldhoven kwam terug. En daar had ik een heel goed gevoel bij. En dat is ook gewoon een goede man. En ook volgens mij best wel een goede qua technisch beleid. Mm-hmm. En Molenaar werd de trainer. En ze wilden daar een heel nieuw plan op gaan zetten. En daar was ik belangrijk in. En, maar uiteindelijk was dat gewoon een heel zwaar jaar. En liep het voor geen meter. Nee. En ook voor mij de eerste ontmoeting met echt grote tegenslagen dat het niet ging. Dus heel leerzaam, ja, maar niet... daar word ik nog niet heel blij van. Dan ben je ver van huis ook nog. Ja, daarom. Dus dat... Nu kan je gewoon lekker naar huis. We weten wel spreken. Ja. Daar zit je gewoon vast in je hotel of kamer. Apart. Klopt. Klopt. Ja. Nee, dat was voor mij wel leerzaam, maar niet heel leuk. Ik denk dat het met al ons waar is, ja. Ja, inderdaad. Ja, zeker waar, natuurlijk. Kijk, wat ik zeg... Uiteindelijk denk ik dat iedere speler, los van de top van de top van de top, die gewoon van 18 jaar tot 35 alleen maar stijgende lijnen hebben. Maar de spelers zoals ik, die en waar er heel veel van zijn, die op dit niveau acteren, ga je gewoon met vorm en mindere fases te maken krijgen. Ja, en alleen dat was voor mij de eerste keer, toen destijds, zeg maar. Dus dat is wel zwaar. Als je zeg maar eerst helemaal omhoog getild wordt. En je denkt dat dat normaal is. Ja. Mm. Achteraf zie ik dat pas natuurlijk. Hè. Kijk, toen ervaarde je het niet zo. Ja, precies. Ja, ik dacht toen naar Rodig. Ik denk, nou, dat ga ik ook even doen. Ja, dat werd wel zwaarder. Maar daardoor juist alleen maar leerzamer ook. Ja. Heeft Tedje nog gebeld? Nee. Ja, ik heb wel met hem over Roda bedoel je. Ja, toen. Ja. Ja, ik heb wel met hem over gehad. Maar Roda is zo veranderd. Intern. Mm-hmm. Nu is denk ik echt dat... nu is er alweer wat veranderd natuurlijk, Streppels weg. Ja. Maar zat wel veel beter in elkaar. Oh, okay. Ja. Dus je hebt wel goed advies kunnen geven. Ja, zeg maar. Ted heeft het ook een positief advies van. Ja, nee, wel. Ik een tijdje onrustig geweest daar. Ja, dat was echt niet leuk. Nee, dat was echt niet leuk. En dat is vaak ook bij Roda, hoor, dat het onrustig is. Ja, maar er klopte ook niks van. Er liepen jongens die verdienden zoveel geld. Echt, dat was echt niet normaal. Die liepen ook een beetje de boel op te stoken. En dus daar waren ook heel veel mensen die daar bepaalde belang invloed hadden. Of belang hadden. Of, kijk. Hey. Ja. Kijk toch eens aan. Sjoerd Zwaar van Drank, welkom. Hallo. Hoe is het, jongen? Ja, best. Nou, wat mooi dat je weer even bij bent. Het gaat een traditie worden. Ja. Kom even hier staan, dan sta je. Ja, even in beeld. Dit is ons in. Dan kan iedereen goed zien. Dit is ons in. Ja, zeker. Ja, kijk. Ik ook hier toch staan. Kijk eens. Dat is mooi, Sjoerd. Ik denk dat lust jij. Ja. Ja. Is hij voor mij? Ja, hij is voor jou. Dat is helemaal geweldig. Ja, nee. Ja, is voor jou. Ik moet zeggen, ik ben ook al een paar keer bij Sjoerd geweest. Hè, dus, ik had het met Sjoerd over gehad dat jij misschien kwam. Ja. Daar weet je zelf nog niks van, dus dan zou ik hem niks zeggen. Dus daar had ik al niet. Ja, leuk. Tof, dankjewel. Ja, heel mooi. Ja, jij bedankt. Nee, dus dankjewel. Dat is de aanleiding. Dat is lief. Dankjewel, Sjoerd. Hé, bedankt hè. Jo, mazzel, hoi.
Ja, mooi is dat, hè? Ja, dus top. Ja, weet je, dat is, ja, dat is Sjoerd, die draagt ons ook een warm hart toe. En die kwam zelf met die ideeën aan. Ja. Van, ja, dat vind ik wel echt zo. Even daar neer. Ja, natuurlijk. Het is wel dat het met onze gast meegaat. Ja, dat is wel jammer, hè? Maar ja, voor iedereen in Doetinchem. Ik heb het ook weggenomen, hè? Ja, dat is ook goed. Voor iedereen in Doetinchem even naar drank toe, hè? Dat is belangrijk. Zeker weten. Fantastische plek om een paar biertjes te halen. Ja, of een goede wijn. Nee. Ik vind dat gewoon, je kan ook naar een supermarkt rijden. Klopt. Dus dan ga ik liever naar een plaatselijke ondernemer zoals Sjoerd. Ja, zeker. Ja. We hebben goede wijnen. Absoluut. We hebben ook echt een lekkere wijnen. Nee, dat is mooi. Dus Sjoerd, nogmaals, dank. leuk. En toen kwam, Kerkraden heb je gehad. En toen kwam je in Duitsland terecht. Ja. Dat was ook een avontuur, of niet? Ja, dat was ook wel lachen, ja. Ja, ik heb er nog wel een beetje de goede clubs uitgekozen. Nee, uiteindelijk heb ik daar ook wel leuk gehad, hoor. Alleen... Ja, maar dat deed ik ook wel bewust. Ik had dat jaar met Snoei hier gehad. En die wilde al heel snel uitsluitsel dat ik hier zou... of ik hier... Die wilde heel graag met mij door, zeg maar. Ja. Alleen, ik had nog een jaar contract bij PSV. Ja. En dat kon gewoon niet... Dat kon echt niet geregeld worden op dat moment. Vond je het jammer? Als ik kon kiezen had ik het wel gewild, absoluut. Omdat dat ook gewoon een heel goed jaar was, denk ik, dat corona-jaar. Met onze hadden we echt een fantastische elftal voor dit niveau, was echt leuk. Dus toen moest ik wat anders gaan zoeken. En via wilde ik eigenlijk gewoon een keer wat nieuws. En toen kwamen we op dit project in Duitsland uit. Zo noem ik het ook, omdat het gewoon een project was. Want het was geen fantastische club. Het was gewoon een eigenaar. Was dat een Rus? Ja. En die wilde eigenlijk Ponomarev. En die wilde eigenlijk die club weer op gaan bouwen. Ja, en je gaat met zo'n man zitten. En dat ziet er allemaal gewoon hartstikke goed uit. Dus om een of andere reden is dat heel snel afgelopen. Maar ja, uiteindelijk, wat ik zeg, ook wel veel geleerd. Een hele andere cultuur van voetbal. Ja, dus ook echt mooi. Hoe is die competitie? Dat was best wel een goede competitie. Maar je zat tegen Kaiserslautern zo. Ja, wij zijn ook op die berg zijn we geweest. Ja, dat is fantastisch. Liga toch, hè? Ja, de Liga. Kaiserslautern, Hansa Rostock. 20.000, 30.000 maanden. MSV. Ja, MSV zat er ook bij in. Nee, dat was corona, dus dat was wel mijn pech. Dus ik heb bijna geen supporters gezien. Ja, inderdaad, ja. Vincent woonde naast me. We waren buren. En daarom hebben we ook bewust voor gekozen om daar te gaan wonen. Want de corona was al aan de gang natuurlijk. Dus we hebben bewust gekozen om naast elkaar te gaan wonen. Om zo nog wat lol te hebben. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Dat was wel een mooie tijd. Ja. Ja, en dan uiteindelijk dan beland je toch weer. Maar hoe is het met die Rus afgelopen, Tijn? Want dat is ook allemaal... zeg het maar. Nee, die Poetin. Ja, die heeft ons gewoon... Ja, die is gewoon echt weggelopen. En die heeft ons gewoon laten uitzoeken. Ja, toen zijn er nog Armeense overnamen geweest. Maar daar sta je wel eens op zo'n veld. Daar kwamen een paar mensen uit Armenië die club overnemen. Dacht je, die had een holster. Ik heb er een hard hoofd in. Had een holster aan de riem. Nou, dat was echt zo. Dat was familie van de minister van Defensie of zo van Armenië. Als je dat dan meemaakt, en je hoort zoals bij NAC ook, dat in een overname. Waar komen die vandaan? Op Breda. Maar als je dat dan hoort, ook met Vitesse, met Den Haag, weet ik allemaal, dan denk je het ook bij jezelf. Nee, je moet daar. Ik heb het nu zelf ook een paar keer gezien. Je moet als club daar echt van wegblijven. Dat is echt. En dan maar. Stel je voor als Eredivisieclub dan maar een niveautje lager, dat je dus in de keukenkampioendivisie gaat spelen. Ja, ja. Je moet daar echt wegblijven. Het is alleen maar korte termijn en het levert je gewoon echt niks op. Nee. Ja, bij Roda hebben ze ook zo'n pilalaag gehad. Die zijn binnen zoveel jaar naar de Champions League. Wat was dat? Ook een Rus en die Spanjaard hebben de La Vega hebben ze nog gehad. Ja. Die haalden in onze wedstrijd. Ik speelde met de Graafschap daar. En toen hebben ze hem van de tribune gehaald. Ja, dat klopt. Ja, toen zijn ze hofgebouw heen. Ja, hebben ze hem natuurlijk een bol shoot. Ja, klopt. Ja, ze zijn de tribune gehaald. Ja. Het is wel een aparte wereld eigenlijk. Ja, dat is wel goed. Wij hebben het heel vaak met jongens nu ook in het team over. En dan is de Graafschap nog heel normaal eigenlijk. Hè. Maar de jongens hebben natuurlijk ook wel bij gekke clubs gespeeld. Ja. En weet je wat het is soms, Hans? Als jij in de keukenkampioendivisie speelt, heb je niet altijd de clubs voor het, of niet altijd, vaak niet de clubs voor het uitkiezen. Nee. En dan kies je wel eens voor een club dat je denkt... Ja, dit kan twee kanten op. En dan krijg je wel hele mooie verhalen. Ja, dat klopt. Ja, het is ja. Ik ben een ambtenaar, dus saai een beetje. Verschrikkelijk. Ja. Op je 29e al meegemaakt. Dat is best wel mooi natuurlijk. Maar zie ik het zelf ook oprecht hoor. En dat voel ik ook. En ik denk dat de mensen dat ook zien aan mij van. Dat ik er gewoon op een hele positieve manier in sta en heel positief naar kijk. Ongeacht dat ik echt wel zie dat de dingen beter moeten. Maar dat is wel allemaal
voetbal. En voetbal, het kan met een jaar weer anders zijn. En uiteindelijk moet ik gewoon zorgen dat ik in die 20 jaar dat ik keep gewoon een hele leuke tijd heb. Ja, en probeer zoveel mogelijk succes te hebben. Maar je kunt nog 10 jaar, toch? Ja, dat wil ik wel eigenlijk. Maar je voetbal bij de mooiste club van Doetinchem. Mm-hmm. Van Nederland, Hans. Van Nederland, Hans. Gooien. Ja, of van Doetinchem ook. Van Doetinchem ook. Ja, ja. Ja, Doetinchem ook. Ja, Doetinchem ook daarbij. Ja, uiteraard. Je voetbalt nu in een team waarvan ik denk van dat kan veel beter. Hè? Mm-hmm. Je voetbalt met een Sien de Jong, met een Alexander Butner. Als ik jou toen met de kinderen waren ook rond in de doel, weet je, wat wil je daar nog meer? Hmm. Wil je nog een stap maken? Hebben zoiets van, nou ja, goed. Weet je, Hans, ik ben heel gelukkig nu hier en ik heb het heel erg naar mijn zin. Alleen voetbal, kijk, voetbal is daarin onvoorspelbaar. Bedoel, dat kan ik, dat kan en kan ik helemaal niks zinnigs over zeggen. Ik bedoel, dat ik het heel erg naar mijn zin heb is duidelijk. Volgens mij. Ja, is iedereen ook best wel blij met me nu bij de club. Dus zo is het. Als je nou terugkijkt, hè, die periode, dat zit jou niet dwars of zo, dat je bij PSV niet geslaagd bent? Nee, helemaal niet. Nee, weet je, als soms kun je toch ook naar iets kijken van, je kan er op twee manieren naar kijken. En ik heb er gewoon in die tijd alles aan gedaan. Hmm. Soms is het, laat ik zo zeggen. Als ik daar wat had laten liggen of ik had het qua talent aangekund, dan kijk ik er anders naar. Maar ik denk gewoon niet dat mijn plafond zo hoog lag als... Waar heb je dan zelf het gevoel waar jouw plafond ligt? Nou, ik denk wel dat ik nu wel echt aan mijn... voor mijn gevoel een tweede carrière ben begonnen hier bij de Graafschap. En dat ik heel erg veel stappen maak nu hier bij de club. Ook met Jordy Rondeel nu, de keeperstrainer die heel modern is, echt heel nieuw is. En heel fris, dus dat is echt super. Het is echt geweldig voor een club als de Graafschap dat wij zo'n keeperstrainer hebben. Dus ik denk wel dat ik nog steeds kan groeien, absoluut. Ja. Maar ik wil gewoon heel graag een goede doelman zijn voor de Graafschap. Ja. En ik wil eerst zijn bij de Graafschap. Ja. En als dat het is, ik probeer er gewoon alles uit te halen. Nee, maar stel wij promoveren, gaat vast nog wel een keer gebeuren natuurlijk. Zeg maar middenmoot eredivisie, dat is... Nou ja, kijk, uiteindelijk is uiteindelijk voor mij. Ja, nee, maar stel Heerenveen, even filosoferen, Heerenveen zou zich melden. Dat is wel, zeg maar, een niveau waar je... Nou ja, tuurlijk, uiteindelijk zou ik dat heel graag willen, alleen... Liefst met de Graafschap natuurlijk. Ja, precies. En uiteindelijk heb ik ook helemaal niet zo'n zin meer om daar zo naar te kijken, van daar wil ik heen of zo. Ik heb het gewoon, ik heb nu een hele mooie manier van hoe ik voetbal beleef en ik zie wel waar het schip het leven beleeft eigenlijk. Ja, gewoon en ook de manier hoe we trainen, hoe hard we trainen, halen we gewoon heel veel plezier uit. Ja. En weet je, wat je zegt, dat is ook belangrijk. Ik zie wel wat er komt of hoe het gaat. Heeft het ook met leeftijd te maken? Ja, denk wel. En ik heb in dat opzicht denk ik wel... in dat opzicht een bijzonder verhaal dat ik allebei de kanten nu inmiddels al gezien heb. Mm. En bij beide kanten was ik eigenlijk hartstikke gelukkig. Thuis. Dat is belangrijk. Ja, dus snap je? Dus zo van, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. En ik heb geen invloed op de rest. Nee. En als jij als voetballer, denk ik, een periode hebt meegemaakt waarin het plezier qua voetbal wel echt weg was, wat ik echt had. Dus toen ben ik heel bewust hier weer teruggekomen om dat weer te gaan zoeken. Ja. En als je het dan weer vindt, dat is hetzelfde als dat je een jaar je been breekt en je mag niet voetballen. Ja, dan ga je het weer dubbel waarderen als het wel leuk is. Ja. En ik heb gewoon in Duitsland en naar Roda, in die periode heb ik het gewoon moeilijk gehad. En nu heb ik dat weer helemaal teruggevonden. En dan waardeer je het wel nog meer. Ja. Hè? Dus, hoe lang loopt je contract nog? Tot eind van dit jaar. Ja. Dus nog na het seizoen in de Leus klaar. Ja, weet je, wij zijn ook getrokken bij. Is nog niet klaar. We zitten er heel vaak bij, hoor. Ja. Ja, wij bellen nog wel eens links en rechts. Ja, best wel invloed wat dat betreft. Ja, nee, absoluut. Ja. En ik weet niet hoe ik de vraag precies moet stellen, maar Mees Bakker, hè? Ja. Wat vind jij, wat zie je in hem van zijn kwaliteiten, zeg maar? Mm. Is dat een beetje hoe je jezelf ziet keeper? Of een hele andere stijl? Ik denk wel dat Mees een andere stijl heeft, dat wel. Ik denk wel, zijn loopbaan is sowieso heel anders. Omdat hij natuurlijk bij AZ een hele beloftevolle keeper is. Ja. Alleen zwaar geblesseerd geraakt. Mm-hmm. Dus op die manier is hij hier terechtgekomen. En hij is eigenlijk nu pas, denk ik, een goed jaar fit misschien.
Dus ik denk dat hij vanuit hier gewoon stappen moet maken om weer dat allemaal op te gaan bouwen. Het is een aanvallende keeper. Dus in dat opzicht een beetje anders dan ik, zeg maar. En met Ties hebben we ook nog een hele jonge keeper erachter. Ja, dus met z'n drie hebben we denk ik een hele leuke dynamiek. Wat doe je met aanvallende keeper? Ik ben meer een keeper die op de lijn vanuit zijn reactie keept. En hij zal dan misschien een fase eerder al proberen de bal te onderscheppen. In het keepende dan. Ik denk in het voetballende gedeelte zijn we allebei wel moderne keepers. Zo van, dat vinden we allebei niet erg. Dus in dat opzicht is dat een klein verschil. Maar voor de rest denk ik wel, in het voetballende gedeelte, dat zijn we niet. We zijn geen uiterste van elkaar, laat ik zo zeggen. Nee. Vind je terecht dat hij de bekerwedstrijden kipt? Even. Nee. Jawel. Ja, absoluut. Want ik heb zelf. Ja, absoluut. Ik vind het. Ik zou zelf als keepstrainer was dat ook doen. Omdat ik vind dat Mees, in dit geval, ook een heel jaar elke training zijn best moet doen. En ik vind gewoon dat iedereen dan verdient om in ieder geval ergens naar uit te kijken. Mm-hmm. En dat is de beker voor hem. Ja. Alleen nu wordt het voor mij wel. Wel pijnlijker, omdat we normaal altijd in de eerste ronde eruit waren. Ja, ik wou net zeggen, nu vind ik het niet meer leuk. Dank staat hij in een volle kuip. Ik wou net zeggen, daar wil ik ook een beetje naartoe. Dat zeg je ook heel erg. Ik hoop het, maar dan zit ik wel met een. Ik weet ook niet wat we dan gaan doen. Maar dan sta ik er wel wat moeilijker in. Ja, dan is 30 april, hè? Dan moet je gewoon zorgen dat een goede Koningsdag voor je tijd. Of Mees, vooral. Ja, precies. Nee, dan sta ik er wat minder positief in dat hij speelt. Maar nee, ik vind vanuit hoe wij werken en zo snap ik dat wel. Ja. Want ik heb dat zelf ook ervaren. Dat is gewoon prettig. Dat je iets hebt om eruit te kijken. Zeker. Keepers, daar hebben we het al over gehad. Edwin Schuurzenbeek heb je al even genoemd. Hè? Ja. Wat betekent hij voor jou? Ja, heel veel. Ja? Edwin was zeg maar een keeperstrainer. Maar ook voor mijn ouders en ook voor ons. Zeg maar ook een heel gemoedelijk, fijn persoon. Zeg maar qua... niet tegelijk een keeper trainer die allemaal moeilijke termen erin gooide bij mijn ouders dacht, waar heeft hij het over? No-nonsense. Ja, gewoon en heel erg op enthousiasme trainen en plezier. Ja. En dat doet hij nog steeds bij de keeperschool. Daar heb ik heel veel aan gehad in mijn jeugd, absoluut. Ja, zeker weten. Ook het vertrouwen gekregen hier uiteindelijk. Hè. Dus toen was hij ook keeper trainer. Er komen veel goede keepers vandaan. Ja. Ik bedoel, zeker. Hij is echt wel een talentvolle keeper trainer. Ja, absoluut. We hebben ook Jager, hoe heet hij ook alweer? Het Etter, die jongen. De Jager heette die of niet? De vorige keeperstrainer. Lambert. Of Lambert. Lambert bij de Graafschap bedoel je? Ja. Of, voor Edwin is Ron natuurlijk al lang geweest. Olieslagen. Ja, maar dus toen kwam Edwin en toen kwam Lambert volgens mij, hè? Nee, zo bedoel je. Nee, na Edwin zat Robert-Jan Zoetmulder. Lambert Jager is oud keeperstrainer van Vitesse geweest. Ja. En die is hier wel eventjes geweest, maar heel kort maar volgens mij. Okay. Ja. Heb ik daar verhaal gelezen van de keeperstrainer van MVV in de Voetbal International? Nee? Moet je eens lezen. Okay. Dat is helemaal gek, joh. Ja, daar kom zo in één keer op. Maar die werkt dus 's nachts in de haven van Antwerpen. Vindt hij leuk. Echt? Doet hij voor de fun. Hè? En zijn zoon zit er ook. Zit hij boven op zo'n kraan zo. Zit hij daar containers weg te stouwen. En dan gaat hij naar huis, douchen. En dan stap je zijn auto, rijdt hij naar Maastricht. En doet hij daar trainen. En dat is helemaal gek. En, en is je er staat in serieus. Hij mag daar gewoon rijden ook. Staat in de Voetbal International van vorige week. Dus niet die van vandaag, maar die van vorige week. Ik zeg maar, stijgende verbazing. Is je ook nog keeper van of keeperstrainer van een of ander Afrikaans land die hem dan zo af en toe oproepen voor een interland? Ja. En die man die slaapt 2 uur per nacht of zo. Echt waar. Maar ze gaan een hele goede keeperstrainer te zijn. Ja, echt. En ook in België wordt hij nog wel eens bevraagd. Ja. Zeg maar. Is dat wat voor jou nog? Naar je keeperstrainer. Ik daar s'nachts in de Ja. Ja, dat wel. Nou, echt. Ik verhaal heeft dat maar. Heel apart. Bijzonder verhaal, ja. Ja. Nee, weet ik nog niet eigenlijk. Ik ben wel nu sinds voor dit jaar begonnen bij Edwin weer. Op woensdagmiddag geef ik training aan kindjes, aan jonge keepertjes en keepsters. Op woensdagmiddag zeg maar, 1-2. Dus ik heb elk uur 2 keepers. Dus dat vind ik wel heel leuk. Inmiddels is zeg maar ook het keepersvak wel weer zo veranderd, laat ik het zo zeggen. Dat het ook veel... echt veel werk is, zeg maar, in de zin van niet alleen maar het veldwerk. En ik weet niet of ik de achterkant, dus het organiseren en het verwerken van trainingen, meters, data, allemaal die... Daar zijn we weer. En dat is niet zo... ik weet niet of ik dat zo leuk vind.
Dus of ik echt daar iets met qua heb, professioneel. Je vindt nu misschien de keeper nog te leuk en dadelijk misschien 10 jaar verder bent. Precies, ik merk wel nu, hè, ik ben nu dan 28 en er komt Ties bijvoorbeeld erbij, die is 20. Ja, dat vind ik wel leuk nu al, weet je, dat je dingetjes mee kan geven. Dus dat is wel leuk. Ja, dat heb je sowieso natuurlijk in de huidige selectie. Ja. Met heel veel, hebben ze afgelopen vrijdag ook weer de pannen van de actie spelen natuurlijk. Ja. Hè, met Camille als match natuurlijk. Ja. Hoe beleef je dat? Want het is natuurlijk, het is ook iedere keer, maar jij bent een beetje, ik noem jou eigenlijk een beetje de sterkhouder. Mm. Misschien wel cultuurbewaarder, misschien voel je je ook wel zo. Maar hoe beleef jij dat dan? Ik bedoel, met iedere jaar maar weer. Heel positief toch? Ja. Als mijn persoonlijke voorkeur heb ik liever een jongen uit de jeugd dan een jongen van buitenaf. Ja. Ik bedoel, omdat ik gewoon zelf dat ook ervaren heb. En ik vind het gewoon mooi dat jongens de kans krijgen. Ja. Dus dat gaat volgens mij hartstikke goed. We hebben echt veel jongens nu. Hè. Als je nagaat, kijk, Filip, daar moeten we al voor oppassen dat hij niet de stap gaat maken. Hè. Ja. Wat ik de jongen heel gun, maar die doet het echt goed de laatste tijd. Nou, Devin komt nu terug van een blessure. Die kopt hem ook gelijk weer binnen. Mooi dat hij scoorde. En ook, weet je, die beleving. Dat echt vind ik mooi. En net even die beleving, hè. Even over die boarding, even dat publiek in. Ja, dat was mooi. Dat deed hij echt goed, hè? En dat zijn kleine dingen. Dat vind ik mooi om te zien. Hij staat er gelijk. Hij snapt meteen, En dat is mooi, weet je. Dat is gewoon. En dat is wel als je zelf. Ja, als je gewoon in dat stadion zit als jongen en zo, dat zijn gewoon magische dingen. En dat moeten we gewoon behouden. Los van dat we jongens van buitenaf altijd nodig zullen hebben. Altijd. Dat is ook niet erg. Maar ik kijk heel positief naar. Ja, absoluut. Hey, als voetballer, hè, we willen het niet meer over het verleden hebben. Ook niet meer over die coronaperiode. Mm. Maar heb jij in die coronaperiode als gedacht van... Wat zijn we aan het doen? Ik ga wat anders doen. Nee, dat niet, omdat je altijd wel dacht van het zal toch wel een keer ophouden. Maar het was heel apart, hoor. We waren echt een beetje spookwedstrijden. En ook soms dan... je moest zo... jezelf een bepaalde druk opleggen. Want een heel groot gedeelte van de druk die je voelt, of de spanning die je voelt, komt natuurlijk vanuit het publiek, vanuit de sfeer. Ja. Mm-hmm. Ja, dat was er allemaal niet. Mm. En dat was wel gek, ja. Sfeer, hè? We hebben het ook wel eens over gehad van, verwachten wij niet te veel van jullie. Mm-hmm. We zijn best wel kritisch. Mm-hmm. Ook hier in de podcast best wel, hè? Negatief eigenlijk, maar toch. Merk je daar wat van? Heb je er ook last van? Dat mensen kritisch zijn, dat je misschien wel bevraagd wordt? Nee. Eigenlijk alleen op het moment dat ik in het stadion zelf loop. Ja. Dus na een wedstrijd of zo, weet je wel. Daar hebben we een paar momenten gehad nu natuurlijk. Maar privé eigenlijk nooit, nee. Maar dat is ook omdat mensen me misschien heel vaak zien. Dus ze kijken er ook niet echt van op. Zeg maar de mensen in mijn buurt of zo, weet je wel. Die vinden het niet... Waarschijnlijk. Dat kan ook. Ik denk dat de mensen hier ook niet zo direct zijn, hoor. Ik heb dat niet ervaren, hoor. Ik ben nog nooit in mijn privé tijd aangesproken. Op die manier. Nee, dat denk ik dat je daar wel gelijk in hebt. Maar in het stadion wordt ook wel genoeg geprobeerd. In het stadion wel. Ja. In het stadion. Nee, nu niet meer. Nee, absoluut niet. Nee, ik weet gewoon dat het altijd weer een keer omdraait. Hmm. En alleen ik denk wel dat we de laatste anderhalf jaar dat er wel te vaak een groot verval in thuiswedstrijden zit. Ja. Alleen de vraag is natuurlijk waar dat aan ligt. Kijk, want uiteindelijk was het ook heel vaak niet goed genoeg. En werd er niet op de manier gespeeld wat de mensen willen zien. Nee. En ik probeer dat ook wel eens... we hebben het daar wel eens over. Ik wil niet zeggen dat ik dat nou probeer te doen. Maar het zit hem in hele kleine dingetjes. Mm. En dat moet je als team soms net even aanvoelen... Dat als jij als spits zijnde, ik zeg maar wat, je zet druk en je maakt op het laatste een sliding. Dat is bijna, dat kan gewoon een dingetje zijn wat je zelf aanleert, waardoor je jezelf en het publiek in die wedstrijd helpt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En daar heb je bepaalde spelers voor nodig die dat een beetje aanwakkeren. En volgens mij, vorig jaar was dat ook een groot probleem, dat gewoon die samenwerking... waarin we elkaar een beetje, dat een beetje langs elkaar heen ging, denk ik. Dat de mensen op de tribune zeiden van, dit willen we niet zien. Een beetje vuurtje opstoken als waar. En wij snapten als spelersgroep ook niet zo goed wat we nou verkeerd deden, bij wijze van. Dus en die afstemming, als dat klopt, dan heb je een fantastische situatie, denk ik, bij de club. Daar hadden we met Peter Bijwals ook al. Ja. We begonnen straks over data en we begonnen ook over statistieken. En de cijfers, die liet je niet zeggen. Mm. Iedere keer de beter. Meer balbezit. Op papier wel, ja. Toen zeiden wij ook van, weet je, maar als wij op de tribune zitten... Dat is leuk. Ik weet onze data zelf dat Peter daar helemaal niet zo van is. Hoor. Maak je geen zorgen. Nee, dat klopt. Zei die ook, precies. Hoor. Ja. Hij haalde het wel even bij. Daarom vond ik het wel even. Het geeft wel soms,
als trainer of als spelersgroep een bepaalde houvast. Snap je wat ik bedoel? Kijk, als je 38 pogingen op goal hebt en je scoort er geen één. Dan kun je wel zeggen, natuurlijk, dan moet het afwerken beter. Maar dan is niet alles slecht geweest. Snap je? Dus zo proberen ze een beetje, denk ik, soms houvast te geven door dat soort dingen te benoemen. Maar ook bij het aantrekken van spelers en zo. Daar wordt tegenwoordig heel veel data bij gebruikt. Nee, ja, en dat is natuurlijk ook wel... je moet daarin wel mee, denk ik, met de rest. Alleen, ik denk wel, je moet altijd wel... Ik geloof daar wel in. Ik heb laatst ook die van Pieter Visser een beetje een podcast geluisterd. Uiteindelijk past de ene speler wel bij de Graafschap en niet bij noem een club. Ja. Ja. Dat moet je ook wel behouden, vind ik. Klopt. Dat betreft zou de eerste selectie al bij de supporters moeten liggen, eigenlijk. dat ze mogen kiezen. Ja, natuurlijk, bijvoorbeeld zoiets. Maar goed, het leeft wel, hè. Want daar hebben we het ook wel eens over gehad. De loyaliteit van de supporters, In mijn ogen zit er ook een grens aan overgegeven. Nee, daar wil ik nog wat over zeggen. Toen met de laatste thuiswedstrijd tegen Willem II, stond weer in de krant van een lege plek op de tribune, bla bla bla. Toen zei ik al gelijk, het was hartstikke koud, net verloren van Eindhoven en rechtstreeks op het open net. Vind je dan gek dat er een paar duizend mensen thuis leven? Nee, maar wacht even, maar daar word ik echt een beetje pist over. Want die nuance wordt niet gebracht. Nee, er wordt even scherp neergezet van een poldervader moet je ook zorgen gaan maken, want lege plekken, bla bla bla. Dan speel je die eerste thuiswedstrijd na de winterstop tegen Jong Ajax, zitten er meer dan 10.000 man. Maar dan wordt die nuance in de krant niet gebracht, hè? Nee. Zo werkt het. Ja, zo werkt het wel, maar ik wil het wel even benoemd hebben. Ik vind dat echt, dat is een beetje vals. Ja, dat weet ik, maar dat is ook een beetje door... En ik weet dat de pers zo werkt, begrijp me niet verkeerd. Maar dat dacht ik, zie, maar dat er weer 10.000 mensen zaten en iedereen stond te klappen. Want die kritiek, hè, ik bedoel ook de kritiek op de trainer. Hoe lezen jullie dat? ik ben het wel gewend. Maar denk je dan niet van, weet je, dat kunnen jullie wel zeggen, maar wij beleven het heel anders. Want, maar dat is heel vaak zo. Ik bedoel, als supporters zouden weten hoe vaak iets niet klopt. Ja, en dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Begrijp me niet verkeerd. Soms hoor je ook wel eens van, die groep had zo'n klik met die trainer, dat iedereen denkt, die man, die weet je wel. Dus het is, dat is gewoon zo. En dat is ook, denk ik, de charme van het voetbal. En ook wel eens lastig voor ons. Want ik ben zelf ook best wel een open persoon. Ja. Alleen ik zit hier wel vanuit de functie. Ja, ik kan je niet alles vertellen wat er leeft. Dat is transparantie, hè? Ja. Jij mag ook niet alles vertellen van jouw werkgever, hè? Van die blauwe enveloppen. Nee. En ook niet van de HEMA rookworst. Dat klopt natuurlijk wel. Ja. Maar dat is wel, hè? Daar hadden we straks ook wel even over. Hè. Als werknemer, noem ik het dan maar even, van een BVO. Ja. Bestuurder van BVO is heel anders dan een werknemer van een verzekeringsbedrijf. Nee, dat klopt. Je ligt onder vergrootglas. Als iets uit de kleedkamer lekt, dan staat het me gelijk. Ja, dat was wel trouwens, hè, als je daar hebt, dat was wel vervelend, begin van dit seizoen. Mm-hmm. Omdat dat ook gewoon niet klopte. En dat vond ik wel kwalijk. Toen ben ik ook in de kleedkamer, hebben we het erover gehad, ben ik ook echt wel boos geworden. Omdat dat vind ik wel vals. Want er is dus iemand die dus aan Raymond volgens mij destijds, of iemand, ik weet niet of Raymond geschreven had. Richard van der Maarden. Of van der Maarden volgens mij. Weet ik niet. En dat klopte gewoon niet. Kijk, we hebben allerlei grappige bijnaam bij wijze van spreken voor personen binnen de club. Mm. Dat weet je zelf ook. Dat heb je op je werk misschien ook voor de koffiejuffrouw, zeg maar wat. Maar die naam, dat cinema verhaal, weet je wel. Ja. Daar klopte gewoon dus echt geen klote van. En dat durf ik op alles te zeggen hier, dat ik dat nog nooit gehoord had. En dat dan denk ik wel, dan is wel eens frustrerend, weet je wel. Want dan zit je wel de boel... Het loopt al niet. En ik snap dat de kritische... Dat mag, weet je. Schrijf voor mij part... Graafschap speelde dramatisch. Ja. Prima. Want dat was ook een fase. Of in de verkeerde opstelling. Ja, verkeerde maar tactiek. Maar hou je het wel inhoudelijk bij het voetbal. En dan wordt het wel... En dat lijkt me ook lastig voor een trainer. Wordt het echt op de man. En het klopte gewoon niet. Dat stukje van dat cinema-verhaal, weet je wel. Mm-hmm. Tuurlijk was er druk op de trainer. En is er dan vanuit de groep... eentje speelt het niet. Tuurlijk is er onrust. Dus dat klopt, weet je. Er zaten ook dingen die misschien wel klopten. Maar het hele verhaal waar het op gebaseerd was, laat ik het zo zeggen, dat is dan... En dat is wel eens lastig. Dat is frustrerend. Ja. Want je kan er niks mee, want je wint het toch niet, snap je? Ik kan wel die man bellen, maar dat heeft ook geen zin. Nee. Wij zijn daar met iets bezig en het wordt in één klap stuk gemaakt. Ja. Op dat moment. Hij heeft natuurlijk een podium. Ja, precies. Nou ken je papa hem is ook zo langzaam. Ja, precies. Dat weet ik wel, maar het creëert wel iets. Uiteindelijk. Ja, het creëert onrust. En hoe sneller in een seizoen, dat weten jullie allemaal. En dat zie je nou bij Ajax. Hoe sneller dat begint te lopen, hoe vervelender het is. Ja. Voor ons als groep, voor een trainer.
Dus je moet dat gewoon zo lang mogelijk weg zien te houden. Waardeloos. Ja. Ja, maar dat is wel inherent aan het betaald voetbal. Daar hadden we het laatst ook over, volgens mij, met, ook met Henk of met Ik zie er niet meer, ja, jij zegt Ajax, maar Den Haag, Roda. Inherent aan het betaald, inherent aan het betaald voetbal zie je, nou rommelt weer bij Cambuur. Ja. Uiteindelijk weet je één ding zeker, als je gaassupporter bent. Ja, is altijd wat te doen. Is altijd wat te doen. Het gaat er een keer goed, het gaat een keer minder. Alleen daar loop het, ik ook net te lang voor mee. Ze noemen dan Vitesse, hè, of het Hollywood van Hollywood aan de Rijn, of weet ik hoe het heet. En, maar dat, zo zie ik Havana aan de Rijn. Het is, het is wel roerig af en toe, maar het is niet zo. Nee. Het zijn wel een grote club. Het mooie van de Graafschap. Voor de KKD zijn we een grote club. Maar het mooie van de Graafschap is natuurlijk dat... Ik heb eigenlijk nog nooit hier naar een wedstrijd gegaan met het idee van, ja, het maakt niet uit. Weet je wel, of we nou winnen of verliezen, dat doet er niet meer toe. Elke wedstrijd, of nou in de KKD is of in de Eredivisie, elke wedstrijd altijd doet er toe. Tuurlijk. Of het is tegen degradatie, laten we eerlijk zijn. Ja. Of het is KKD, promotie, play-offs, weet ik veel wat. Maar ja, toevallig, waar ik kom, bij spreken sport van de Eredivisie ben, en je weet na 25 wedstrijden al, ja, het is plaats 8 of plaats 13, of alles wat tussen zit. Maar ik had wel de laatste paar wedstrijden, ging ik wel met iets met minder plezier naar het stadion. Ja, snap ik. Ja, maar dat moet ook. Hè? Dat, ja, goed. Ja, dan moet wel, ga je een paar keer van. Maar dan is het dadelijk weer dubbel zo mooi, wel. Maar dat is toch mooi van de Graafschap, weet je, die paar keer daar iets wint. Ik had geen zin, maar ik snap. Tuurlijk. Nee, dat snap ik heel goed. Maar een mooie kantine. Die was afgelopen vrijdag vol. Oh my god. Ja, dat klopt. Echt mutje vol. Ja, maar het was hartstikke slecht weer, hè. Ik kom nog wel eens, ja. Mijn buren zijn er altijd. En dan kan ik standaard de klok op gelijk zetten. Dat is zeg maar, hoe laat zijn wij klaar? 10:30? Hoe laat? Kwart voor 10. En dan is het, dan zijn ze weer. Ja hoor, en dan moet ik opnemen en dan staan ze te schreeuwen. Dus dan moet ik af en toe nog even langs. Ja, is wel echt goed. Maar, en dat meen ik echt, zeg maar, van... uiteindelijk is dat wel het allerbelangrijkste. Kijk, ik zit hier als speler, maar ik kom hier ook lang en ik zal hier ook altijd blijven komen. Mm. Dan mogen we nooit verliezen. Als hier ooit iemand bij de club komt die zeg maar daar aankomt, dan wordt het gevaarlijk. Ja. Want onze club is gewoon, wat je zegt, het is altijd rommelig. Of altijd, valt ook wel mee, maar er gebeurt genoeg, laat ik zo zeggen. En het is weer Eredivisie en we gaan er weer uit. En, het zou best wel leuk zijn, zeg ik ook als keeper, maar ook als, wat ik zeg, een soort van supporter dan achter. Van om een keer een paar jaar achter elkaar Eredivisie, dat we het wel redden, hè, dat is ook wel eens een keer leuk. Want, meegemaakt, hoor. Ja, nee, precies. Kijk, dat lijkt mij gewoon heel gaaf. Ja. Alleen de manier hoe hier naar voetbal, hoe mensen hier nog naar het voetbal komen, hoe goed het gaat. Wanneer hebben we hier nou voor het laatst echt, zeg maar, ja, we hebben één keer wat problemen met de Spinnenkop gehad, volgens mij intern met die jongens. Ja. Maar wat hebben we nou voor de rest de laatste jaren gehad aan ellende? En de gezelligheid. En dat is gewoon super belangrijk. Dat je hier nog wel met je zoon of dochter gewoon naar het voetbal kan. En, absoluut. Met z'n allen. En dat is wel, denk ik. En ook en na de wedstrijd ook van 10, 12 tot 82 staan ze hier in de kantine. Ja. Ja. Precies. Ja, geweldig. En die uitcultuur wat we gecreëerd hebben, toch? Ja, nee, precies. Ja, dat is echt wel uniek, vind ik. Ja, absoluut. Dus misschien moeten we de mensen even waarschuwen als ze bij de Man of the Match een hele hoge sirene horen, dat niet het brandalarm is, hè. Dat ze naar buiten rennen. Maar je deed het wel, hè. Ja, hij deed het wel. Hij was goed geoefend. We hoeven nog even Hans Martijn hebben, want ik kijk even op de klok. We zitten in blessuretijd. Want ja, die vertrekt natuurlijk. Ja. We hebben het straks even heel even over gehad, maar... Ja, want... Als je dan praat over een profielschets, hè, over een trainer bijvoorbeeld, of wat dan ook, maar een directeur. Nee. Maar ik heb een vraag aan Hidde daarover. Hidde, jij staat ook wel bekend om zeg maar, dat je ook maatschappelijk betrokken bent en dat je daar ook voor inzet. Ja. En daar lees je wel eens wat over. Ja. Kijk, voor Hans Martijn was dat misschien wel, tenminste, in ieder geval dat het oude hangt er een beetje om hem heen, hè, dat hij heel erg met dat maatschappelijke bezig was. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja. Nou ja, dat klopt. Ik denk alleen... dat het flauwe daaraan is vaak dat op het moment dat het niet goed gaat, gaan mensen dat tegen hem gebruiken. En dat vind ik geen argument, want dat is zeg maar een resultaat van waar hij niks mee te maken heeft. Indirect wel, maar niet direct. En ik denk wel dat, ik vind gewoon dat spelers de regio in moeten. Ja. En dat kan zijn bij Elven, want die jongens lopen hier altijd, die jongens en dames lopen hier altijd en dan gaan we één keer per jaar heen. Dat kan zijn richting de bedrijven, de kerstpakketten die we ieder jaar met de selectie rondbrengen. Mm-hmm. Ja, dat zijn als je het hebt over wat belangrijk is bij deze club, zijn ook die dingen belangrijk. Nou, dus absoluut. Ik hoop dat ze wel iemand vinden die daar ook meer verder gaat. Ja. En die dat ook belangrijk vindt.
Omdat uiteindelijk die bedrijven en die mensen ervoor zorgen dat dit staat. En dat wij nooit naar een private overname moeten, hopelijk. Hè? Ja. En dat zijn die mensen die dat... ja, precies. Ja, echt. Nee, dus als je het hebt over een profielschets... Ja, ik hoop iemand die daar ook naar kijkt. Die dat wel, zeg maar, ook in stand houdt. Ik ben helemaal met je eens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind dat ook... Ja. Ik zag van de week een stukje op LinkedIn van die werkfitters. Dat zijn allemaal van een man en vrouw die dan een programmaatje hebben gevolgd hier. Ja, ja. En volgens mij ook... voor kinderen hebben ze ook die, zeg maar, met ADHD moeilijk leren. Playing for Success, die heel programma volgen. Ja. Ja, en goed, we hebben natuurlijk die MVO, maatschappelijk verantwoordelijk. Michael. Ja, maar weet je, ik vind dat ook wel belangrijke dingen. En ik ben het helemaal met Hidde eens. Want als het slecht gaat, wordt dat tegen, zeg maar, de mensen, tegen de club gebruikt. Ja. Aan de andere kant, wat Henk Bloemers ook vertelde. Het is ook wel weer een hefboom na als je bij een sponsor zit van, luister, als we een keer van Top Os verliezen, pas op, 3 dagen later worden wel een aantal mensen geholpen op stadion die met andere dingen kampen. Dat is ook belangrijk, weet je. En dan mag, weet je, uiteindelijk blijft natuurlijk het succes op het veld leading. Ja. Maar nee, dat ook wel, zeker hoor, absoluut. Tuurlijk, maar dat je bent een voetbalclub, maar... mensen moeten ook niet onderschatten welke positie een voetbalclub in de samenleving kan hebben. En dat hebben wij als club absoluut. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Weet je, en daar heeft Hans Martijn ook wel een bijdrage aan. Ik vind het fantastisch natuurlijk. Dat vinden we allemaal. Maar zullen we even name dropping doen? Gewoon, wie, wie moet dan... Wie? Nou ja, ik heb wel we hadden al even contact, hè, onderling in de WhatsApp groep, want dat gaat de hele dag door. Wees zo druk. Met keepers die we eventueel aankomen. Ja. Oh, doe daar maar rustig aan. Het is allemaal ambtenaren, allemaal tijd zat. Maakt niet uit. Maar, dus we hebben het ook al over gehad. Van, ja, weet je, oké, Hans Martijn gaat weg. Ja. Wie zou een goede vervanger kunnen zijn? Ja. En wat zou die dan moeten kunnen? Hè? Mm-hmm. Hoe zou die man in elkaar zitten? Nou, dan kwam jij met de naam van Henry... Matte Cruijff. Matte Cruijff, lijkt me een hele goeie. Militaire bij Klaas, die daar wegkomt. Ja, die is voorzitter van... Hij is ook voorzitter van HC03. Ja. En, man uit de regio. Hij woont in Keppel. Ja. En hij heeft natuurlijk een enorm goede opleiding gehad. Ongeveer de beste in Nederland, denk ik. En de zweep er doorheen. Ook in Breda. Ook in Breda heeft die opleiding gehad. Ja. Okay. Nee, maar hij heeft natuurlijk wel bewezen leiderschapskwaliteiten. Ja. Die laat je niet met een kluitje in drie sturen. Ja. En heeft ook wel maatschappelijke voelsprieten. Mm. En ik denk dat hij doet een keer wat anders. Ja. Mm-hmm. Dat lijkt me een hele goeie. Ja, en toen ik zag dat Pieter de Waarde. Pieter de Waarde komt. Ja. Dat is misschien wel een. En dan heb je een duo Pieter de Waarde en Martin Morsi. Ja. Hoe zou dat dan vinden? Zet die maar aan tafel met z'n tweeën. Ja. Dat is een avond. Een avond vullen programma. Ja, dat is beter dan Claudia de Breij, hoor. Ja. Nee, maar goed, weet je, koffiedik kijken. En ik bedoel. Er zal een procedure opgesteld worden. Misschien hebben zo mensen. Maar heb jij nog een idee, dat je denkt? Nee. Ik vind die functie zo lastig. Ik denk wel dat het een hele belangrijke functie is voor deze club. Omdat het gewoon, het woord zegt het, de algemeen directeur is gewoon iemand die echt wel bepaalt welke kant we op gaan. Ja. Ja. Dus ik hoop wel dat, en daar ga ik ook, ik bedoel, daar zal heel goed over nagedacht worden. Gaan we vanuit. Ja, ja. Maar houden jullie als spelersgroep niet echt... Nee, ik als... En even kijken... vroeger zou ik zeggen Ted, maar die is niet meer. Kaki. Ja, Kaki inderdaad. Ja. Die jongens, omdat bij ons op de verjaardag gaat het daarover, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus wij zullen daar nog over mee, maar de rest is daar niet afhankelijk van. Nee. Hebben ze nog een spelersvertegenwoordiging? Of is er een afvaring? De spelersraad hebben we, absoluut. Ja. Wie zit daarin? Daar zit ik zelf dan in. Daar zit Siem de Jong in, Alexander Butner en Fortes, Jeffrey. Okay. Ja. Moet er niet een van de jeugdjongens bij? En Maas Willemsen. Oh. Maar vroeger heet dat tweede helft, zeg maar. Ja. Dus die op het moment dat het over algemene zaken gaat, zit hij erbij. Mooi is dat, hè? Ja. Okay. Een hele aparte bedrijfscultuur ook eigenlijk. Ja. Een soort van... ondernemingsraadje intern. Ondernemingsraad, toch? Ja. En doen we de directie wat doen? Je moet het goed kennen. Zo werkt dat niet natuurlijk, hè? Oude raad. Nee, we hebben niet zoveel macht. Ik wil net zeggen, dat zal toch wel wat zijn. Nee, dat valt wel mee. Goh, Hidde. Een hoop gebeurde die 20 jaar dat je hier hebt gezien. Ja. Inmiddels, ik ben uiteindelijk, want zelfs toen bij PSV, ik zat laatst te denken, ben ik 5 jaar, heb ik een contract gehad, maar... uiteindelijk nog 2 jaar van hier gespeeld. Dus van die 20 jaar heb ik maar 3 jaar ergens anders gespeeld. Dus 17 seizoenen inmiddels. Mm-hmm. Bij de Graafschap, ja. Saai, hè?
Dus ik moet klimmen op die lijst met die wedstrijden. Ja. Naar Kappertje, hè? Ja. Moet ik naartoe. Ja. Nee, geintje. Ja. Nee, maar goed, het zegt ook wel wat over jouw beleving, denk ik. Hè? Van, als je ergens goed naar de zin hebt. Mm. Ja. Nee, absoluut, absoluut. En je zei straks, want je weet nooit wat er gebeurt, hè? Want nee. Ik bedoel, Remco Pasveer, die is ook op latere leeftijd. Daarom. Echt wat last op. Nee, kijk, daarom. Die stond op 38 jaar nog in het Nederlands team. Ja, ja. Daarom. Nee, dus daar sluit ik ook mijn ogen absoluut niet voor, hoor. Alleen, ik weet wel wat ik hier heb. Maar er zijn een beetje twee verhalen in, hè. Je hebt natuurlijk het privéverhaal, waarin ik heel fijn, alleen zakelijk, moet het ook kloppen. Dat is helaas ook wel belangrijk. Dus je werk. Ja, daarom. Dus daar, dat is ook gewoon de harde kant ervan. Ja. Daar moet ik straks naar gaan kijken. Kijk al wat voor opties er zijn. Ja. Wat voor optie de Graafschap biedt of niet. Ja, zo simpel is het ook. Ja, ja, maar dat is toch wel. Want ik bedoel, Ted is weggegaan. Ja. Hè? Ik bedoel, het contract werd ook niet meer verlengd hier. Kaki is weg geweest. Ja. Die is nu weer terug. Ja. Die heeft de laatste wedstrijd ook weer in de basis gestaan. Dus weet ook nooit hoe het loopt. Ja. Heerlijk trouwens, hoor. Ja, en daardoor gaan Pretijn beter voetballen. Hè? Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, zeker. Leon voelt dat echt super in. Wat er gebeurt als Joao Valencia terugkomt. Is hij een beetje fitter? Ja, vandaag heeft gisteren weer... gisteren, zeg ik dat goed? Eergisteren tegen GVV een half uur meegedaan weer. Dus die komt goed voetballen. Ja, is een goede speler. Ja, absoluut. Ja. Ja. Goh, man. We hebben er zin in. Ja, maar mooi. Ik ook nog voorspelling, of niet? Want ja, ik ben hier wel aan het voorbereiden. Ik was al wel aan het voorbereiden. Ja, we hadden voorspellen. Ja, maar we willen altijd binnen een uur houden, Hidden. Maar dat lukt nooit. En Wilco is ook druk aan het schrijven nog. Ja, Wilco is die opstelling aan het maken. Ik ben even voorbereiden. Ja. De lijst is steeds langer, hè? Ja, maar zoveel mensen zitten hier. Ja, fantastisch. Ik ken het wel van anderen. Nee, want Hidden, natuurlijk, we kijken ook even vooruit natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Almere eerst. Een verschrikkelijke soffie in die thuiswedstrijd. Wat een drama wedstrijd was dat. Slechtste wedstrijd van het seizoen misschien. We hebben nog net we zijn heel voorzichtig om te zeggen dat we de weg omhoog hebben gezet. In hebben gezet. Ja. Maar toch. Ja. 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 Hebben we dan vertrouwen in een goed resultaat vrijdag? Ja, denk wel. Ik denk wel. Ja, nee, dat denk ik zeker wel. Ik moet zeggen, zij hebben wel, ze doen het wel echt goed. Hè? Dus ze staan vijfde volgens mij. Ook na die wedstrijd van. Ja. Oh, ik dacht dat ze iets gezakt hadden. Namelijk. Ja, dat ook. Maar, maar in ieder geval. Dus die doen het wel goed. Alleen ik denk wel dat dat wel een ploeg is waar wij, op dit moment gewoon mee tegenaan moeten. Ja, en absoluut. Ja, we hebben ons gewoon een beetje laten kennen tegen Eindhoven en Willem II. Dus dat we, ja, precies. Eindhoven is Eindhoven heeft nog gespeeld. Ja, want jij zei, maar, ja, want in een interview in de krant, voor die twee... Ja, maar dat was zo voelde ik me toen ook. En zo voelden wij ons toen, ja. Dat viel heel erg tegen. Dat je logisch zegt, hè, en dat is ook een beetje een inkoppertje natuurlijk. Even, ja, weet je, als we geen punten halen, dan zijn we weer op hetzelfde niveau terug. En dat gebeurde ook. Ik denk ook dat we, en op dat punt hebben we dit seizoen denk ik twee of drie keer gezeten nu. Dat we ons herpakt hebben, dat we best wel goede wedstrijden speelden. Ja. Ja, het verschil met nummer 16 is 3. Ja, precies. Ja. Daarom. Dus, en dus daarom is het zo lastig inschatten nu. Alleen, als we wat willen, dan moeten we nu, moet het wel gaan gebeuren langzamerhand natuurlijk. Ja, want volgens mij was er nog een... Oh nee, dat was voor de treffers, hè. Dat er een uitspraak werd gedaan door de... Dat ze nog een ronde verder zouden kunnen... Ja, dat bij die treffers is dat... met die loting. Ik heb nog gehoord, gekeken. Ja. Ah ja. Dat is een beetje... Dat treffers. we gaan even een voorspelling doen. Ja, je wist even terugkijken nog? Van de ja, terugkijken, ja. Ja. Oh ja. Ik zit twee keer goed, hè. Maar er zitten wat interviews tussen de deur. Ja. Wanneer was dat? Niet helemaal, bijna. Wel gelijk aan de winst. Kun je het allemaal lezen, joh? Waar was het ook alweer? MVV en Jong Ajax, hè? Ja, MVV en Jong Ajax. Oké. Wie heeft het goed? En Kwik, hè? Kwik hebben we niet meegenomen. 2-2, hè? Ja. Nou, er was niemand. Er waren wel 2-1-eentjes. Henry en Wilco. Ja. Oh. En Jong Ajax, er zat 1-3-0 bij. Oh. Ja? Lisanne. Oh. Dat was Lisanne, volgens mij. Lisanne had 2-0 gezegd. Ik had er waren 2-2-nulletjes. Ik had 4-2. Ik had 4-0. Ik had 3-0. Had makkelijk gekund. Eigenlijk had jij het goed. Ja, het had dubbele cijfers kunnen zijn. Maar dat zegt niemand. Waren ook gewoon 3 punten. Oké, ik schenk het aan een goed doel. De opbrengst van de... Ja, ik schenk het absoluut aan een goed doel. Oh, dankjewel. Mooi. Ik moet er nog even over nadenken welk, want dat komt wel goed. Okay, wat hebben we nu in de vooruitzicht? We beginnen met Almere uit. Almere uit. Heren. Almere uit. Denk wat willen we? 0-2.
Clean sheet. Ja, ik dacht wel. Ik moet positief inzetten. Harry. 4-3 zeggen, dat is ook niet goed natuurlijk. Martijn. 1-2. Wes. 0-1. Kiek. Ben. 0-2. Monique. 2-3. Kijk. Ook wel zo'n verstand. Lisa. Hansi. 2-2. Tom Hans. Nou, daar kun jij niks aan doen. Oh, oké. Twee mooie goals. Twee mooie goals. Twee keer kansloos. Ik zeg 1-3, want er staat er nog niet op. Ja. Ja, Jong Utrecht. Hè. Oh ja, dan gaan we ook boel. Jij pakt de 3, oh, hè? Jong Utrecht Telstra. Nee, Telstra hoeft niet. Telstra is 3 februari. Dat is na 2 februari. Oh ja, dan gaat dit weg. Oké, okay. Jong Utrecht dan. 0-3. Uit, hè, spelen we. Ja. Ja, oké. Trek uit, ja. Sportpark, Zaldenbach. Zaldenbach, Henry. Doe die eerst een rondje zo, dat is niet eerlijk. Oh, dan begin ik bij mezelf dan maar. Jong Utrecht uit. Ah, wat een makkie, joh. 0-5. Hansi. Ik zeg 0-4. Ik wil geen druk op leggen. Heel positief, hè. Geen druk, hè. Geen druk. Zo. Maar even gewoon een keer lekker knallen weer, hè. Lisa. 0-3. Monique. 1-4. Ja. Geen Ben. Wes. 0-5. Zo. Ja, de kook. Martijn. Ja, Martijn. 1-5. Toch één. Zo. Maar ook een goede goal van de jongens. Ja, 1-2. Penalty. Oké, ik heb ze. Mooi, hè? We staan erop. Laten we het hopen. Dus wij zetten zelf de stijl. Jullie zijn zelf wel doorgepakt, hè? Ja, met onze voorspellingen hadden we nu ver bovenaan gestaan. Ja. Je geen druk leggen. Nee. Dat is niet zo. Ik ga het doorgeven. Nee, maar het is we hebben nogal gepromoveerd met onze voorspellingen. Ja. Ja. Waren we ongeslagen. Alle scoren. Mooi, hè? Hidde. Wat Champions League gespeeld, joh. 20 jaar de Graafschap. Ja. Hoeveel plak je er nog bij Jan? We hebben het er al over gehad natuurlijk, gebruikt, maar... Ik hoop eigenlijk... ik heb het heel erg naar mijn zin, dus als het aan mij ligt, wil ik gewoon nog 10 jaar keepen. En als dat hier zou kunnen, zou fantastisch zijn. Mooi dan. Dan doen we jou over... 2 jaar nog een keer uitnodigen. Ja. Nou, 2 jaar geleden. Nee, dat is over 2 jaar geleden. Ruim een jaar geleden. Ja. Nee, mooi man. Ja. Met deze selectie moet het kunnen, hebben we het al over gehad. Ja, dat is misschien wel mooi, want ik las ook een stuk over dat... De echte clubvoetballer, dat die eigenlijk... min of meer uitgestorven is. Hè? Dat, zeg maar, de Jan maar daar wil ik ook nog wat over zeggen, als dat mag. Want dat is namelijk echt door twee kanten. Hè? Want iedereen schuift dat altijd op de voetballers. Maar dat ligt dus ook heel erg aan de clubs. Want je ziet het nu met Ted. Als je 1 minder jaar hebt... dat mag ik niet zeggen, hè? Flikkeren wil ik zeggen. Maar knallen zie je er ook net zo makkelijk weer uit. Ja. Snap je? Ja. Ja. Want Jan Vreeman heeft ook niet ieder jaar hier gespeeld. Heeft ook blessures gehad, heeft moeilijk gehad. Ja. Dus dat is wel altijd... daar wil ik niet over zeggen. Maar Guus Hiddink is ook al 3 keer op en neer gegaan. Ja, daarom. Ja. Dus, maar meer zo van, als je als voetballer nu een kans hebt, moet je hem pakken. Want de club biedt je ook niet meer de garantie dat je altijd maar kan blijven. Snap je wat ik bedoel? Nou, blijven we maar doorlullen natuurlijk. Oh, maar, heb jij het daar lasten mee gehad met het vertrek van Ted? Ik vond het niet leuk voor hem. Omdat ik vond dat het onterecht is. Okay. En omdat ik vind dat Ted absoluut zijn beste jaar niet heeft gehad. Vorig jaar. Maar dat, dat lag ook aan omstandigheden waarin we werkten. En ik vind, maar dat is omdat ik hier uit de buurt kom, dat je ook naar andere dingen moet kijken. En zo'n jongen doet heel veel voor de club. Ja. Ja. Mm-hmm. En tuurlijk, kijk, op het moment dat die jongen, dat Ted of ik, of Leon, of zeg het maar wie, Devin straks, als die jongens, als we niet goed genoeg zijn, prima. Mm-hmm. Alleen, daar geloof ik niet in bij Ted. Want ik denk dat Ted een type speler is, die je gewoon elk seizoen nodig hebt. En dat zal misschien niet meer, hè, op het moment dat Hille of Schenk de Sterren van de Hemel speelt, een jongen. Ja, dat kan. Ja. Maar dan zal Ted de eerste zijn die dat begrijpt. Ja. En voor mijn gevoel had hij hier absoluut in de organisatie en de jeugd. En moet je daar meer mee doen. Kan nog, hè. Maar heeft hem een beetje ongelijk bewezen. Want hij stond een paar wedstrijden in daarom. De basis weer. Ja. Ted kan gewoon op dit niveau natuurlijk ook perfect mee. Alleen, hij staat toch wel in een rol uiteindelijk over terugkeren, denk ik. Als zo slim is. Nou, als speler bedoel je? Nee, of een andere rol. Ja, ik denk dat Ted, hij is ook een jongen die uitspreekt dat hij trainer wil worden. Ja. Dus doet hij al, hè, die zal absoluut bij de jeugd beginnen als trainer, denk ik. Ja, over gehad, hè. Duo... Mij Ted van de Palen maar nou laat je de naam weer Rogier vallen. Nee. Weet je, natuurlijk ook wel inherent, dat vind ik echt wel volgens mij een beetje typisch de Graafschap. De jongens die uit de eigen jeugd komen, liggen heel vaak
worden als eerste vanaf de tribune weggescholden. Ja. Terwijl je denkt van, joh, doe even kalm aan. Want dat was met Rogier ook altijd. Ja. Rogier had altijd een keer de wind van voren. Terwijl ik denk, lupen Paul uit de grond. Ja. En dat was met Ted. Het is ook een sfeergevoelige jongen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, de resultaten waren, even wat teleurstellingen moeten verwerken natuurlijk. Ja, en dan ja, die goal in de Breda was wel mooi vorig jaar. Ja. Ja, dat waren niet onze beste weken. Ja. Die duik op al van. Ja. Maar goed, dingen gebeuren. Heer, we kunnen niet in de toekomst kijken. Nee. Dus ik vind het... hoeveel rondje play-offs pakken we mee? Drie zijn dat er toch, of niet? Allemaal al. Ja, als je toe wilt. Allemaal gewoon. Okay. En dan nog de beker winnen. Dan hebben we een redelijk seizoen. Man, redelijk seizoen. Stel dat dat gebeurt, hè? Dan wil ik toch gelijk wat boven tegenover zetten. Dan gaan wij een marathon-uitzending van 24 uur maken ten behoeve van het goede doel. Als we de bekerfinale halen. Ja, eens. Alleen halen. Alleen halen. De bekerfinale halen. Halen. Afgesproken. Ja. Maar dan zijn erbij, hè? Moeten we dan wel zo fit zijn dat we naar de finale kunnen ook, hè? Dus niet dat we dan... Nee, maar dan doen we die uitzending daarna dan. Nee, dat doen we wel voor de finale, maar dan een paar dagen. Okay. Ja. Ja. Nou, okay. 24 uur lang. Zijn jullie er ook allemaal bij dan? Dan moet je ons wel een beetje wakker houden. Dat doen we 24 uur lang, en dan, maar wel met wisselende gasten dan. Ja, inderdaad, wisselende gasten. Gaan we doen. Ja, leuk. En misschien, het is mooie weer, misschien ergens anders. Andere setting. Ja. Buiten of zo, of Ligt op de middenstip. Oh, misschien is de overkapping hier dan wel, of niet, Ben. Oh ja, overkapping, ja. Jongens, 21 minuten, het is mooi geweest. Ja. Hidde, ontzettend bedankt. Graag gedaan, was leuk. Sjoerd, bedankt. Die is even, op een symbolische wijze, is die... mag hem er even bij pakken, dan om even te kijken van... Ja, is leuk. Ik wel een aanrader, hè. De echte... Het graafschap, hè? Het superboerenbier. Het is lekker, hoor. Ja, trippeltjes. Dat toch mooi dat Sjoerd, ondanks zijn drukke werkzaamheden, ook vanavond nog even bij ons langs komt. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Dit te geven als het aandenken. Ja, dat is voor het stukje ontspanning waar je het over hebt. Dat lukt wel. Welkom, bedankt. Henry. Graag gedaan, jongen. Dankjewel, man. Gedaan. Martijn. Wesley. Ben. Monique. Als nieuwe gast. Misschien kom je de volgende keer nog een keer. Weet ik natuurlijk niet hoe leuk het vond. Lisanne, bedankt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Mooi. Ja, mensen. Goed gehad. Yo. En succes hier. Dankjewel. Komt goed. Spanning stijgt het op en ook de sfeer rondom het veld. Een goaltje kan er nog wel bij, daar zijn we opgesteld. Kom Leeuwen van de Achterhoek, daar gaan we wat aan doen. Laat even nog je tanden zien, dan word je kampioen.